Ronald, je hebt een hele stevige achtergrond. Lang in de financiële sector gewerkt, vermogensbeheer, depositohandel, heb ik begrepen. Kun je ons daar iets over vertellen? Hoe lang heb je dat gedaan? Mijn leven is iets gecompliceerder dan waar we het nu even over hebben. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al zelfstandig ondernemer. Dus de zelfstandigheid was daarin het belangrijkste. Ik heb ooit geprobeerd om voor een baas te werken, maar dat ging niet. Het zelfstandig ondernemen, ik heb dus vele disciplines doorlopen. En een deel daarvan was in de financiële wereld. En dat kwam omdat zeg maar in alle andere dingen waar ik in werkte als zelfstandig ondernemer, een eigen damesmodelijn, autohandel, maar ook import-export. Daar was ik altijd zo druk mee dat zeg maar het geld wat ik daarmee verdiende, dat bracht me eigenlijk al richting de financiële wereld. Omdat je had met de import-export te maken met verschillende valuta's. En dan kwam ik bij een beurs om dat bijvoorbeeld om te wisselen, hè, via agenten. En een van die wisselagenten, die zei op een bepaald moment: Ronald, ik kijk nu al heel lang naar je leven. Je bent altijd aan het werk. Je verdient geld, dat zien we ook wel. Maar wat is nou eigenlijk je doel? En toen zei ik van nou, het enige wat ik wil als zelfstandig ondernemer, dat is zoveel mogelijk geld verdienen. Want hoe meer geld ik heb, hoe sneller ik zeg maar niet hoef te werken of totaal vrij ben, aanzien heb. Alles wat je eigenlijk in deze samenleving met elkaar wil. Althans, dat, zo dacht ik toen. Hij zegt, joh, stop met al die werkzaamheden, al die bedrijven. Ga gewoon in de geldhandel, ga in de financiële wereld. En dat is eigenlijk het begin, wat aansluit op hetgeen waar je het net over had. Die man, die had dus een zetel op een beurs. En die deed in valutahandel. Die deed in depositohandel, dus het handelen in vermogens voor renteverschillen. Hè, dat je kan winnen op rente. En daaraan gekoppeld zat dat vermogensbeheer. En die drie samen was een heel mooi pakket, een aantrekkelijk pakket, waar ik op ja zei. Nou, zij zei, oké, je kan mijn zetel overnemen. Ik ga je trainen. Ik ga je inwerken in het netwerk. Maar daartegenover stond dan wel dat, zeg maar, uit mijn winst per jaar 10% afdroeg nog aan hem. Dus het was een overdracht, het was een verkoop plus een stuk van de winst. Ik zei, ja, prima. En toen zei hij, je moet één ding weten. Als jij je geweten niet in de diepvries kan zetten, en dan niet op min 18, maar op min 100, dan moet je er niet aan beginnen. Oeps. Dat was de boodschap, want je wil veel geld, dat kan je krijgen. Ik kan je helpen, maar er hangt wel een prijskaartje aan de andere kant. Want met een geweten kan het niet. Nou, ik moest daar erg om lachen. Ik was een jonge hond. En vanuit zeg maar hoe ik uit mijn jeugd in het leven was gekomen, mijn jeugd was niet zeg maar de meest ideale omstandigheden, had ik al een soort van wereldbeeld, mensbeeld. Hoe bedoel je dat? Dus niet warm, zeg maar, geen warme achtergrond? Mijn moeder heeft altijd heel erg haar best gedaan om zeg maar de liefde vanuit moeder zeg maar te geven. Maar daarin was ze beperkt doordat de vader zeg maar binnen het gezin eigenlijk ervoor zorgde dat we vaak in een soort van oorlogsgebied zaten met elkaar. Dus dat was niet echt een model waarvan je denkt van nou geweldig om hierin te zijn. Maar dat bouwde wel eigenlijk voor een kind wat opgroeit een beeld over de wereld op, waar ik van dacht van nou, met die mensen en de mensheid, dat is niet echt op een top. Dus daar paste die diepvriezer wel in, zeg maar. Ik was eigenlijk een klein beetje daar al in gewend geraakt om jezelf te beschermen. Dus de diepvriezer aanzetten was voor mij eigenlijk te doen. Ja. Overlevingsmechanisme geworden. Ja, en het beeld wat ik over de mensheid had en over alles om me heen was ook niet zo positief. Ik dacht dus eigenlijk alleen maar aan mezelf. Zo was ik een beetje zeg maar gevormd uit overleving. En ik ben erin gestapt.
dat betekende dat ik dus langzaamaan klanten kreeg. En naarmate ik steeds beter werd binnen het netwerk, in het werk wat ik deed, kwam ik ook steeds dieper, zeg maar, in die financiële wereld terecht. En dan blijkt, zeg maar, de wereld toch heel klein te zijn. Dat merk je elke keer. En dat was in andere zaken ook. Toen ik in de import-export zat met granen en dergelijke. Dan merk je, oh, dat is ook maar een klein kringetje. En zo is de financiële wereld. Als het gaat om de hardcore. Dus niet over juffrouw Jannie aan het loket bij een bank of zo. Nee, ik heb het nu over, zeg maar, de grote geldstromen die op aarde rondgaan. Waar je mee gaat handelen. Je hebt het over de aarde, dus niet over Nederland in het bijzonder. Dat stuk waar je Nederland, Nederland speelt wel een bijzondere rol in dit verhaal. Mm-hmm. Maar Nederland is niet het centrum van de aarde. Nee. Nederland is een onderdeel van een groot wereldwijd financieel systeem. Ja. En daarin werk je bijvoorbeeld via beurzen. Hè? Als je officiële transacties wil doen, kan je dat via beurs doen. Mm-hmm. En heel veel banken die, zeg maar, de geldwisselaars zijn, die hebben bepaalde opdrachten van cliënten waar ze zelf, ja, moeilijk mee weg kunnen. En dan is het handig om dus mensen zoals ik toen de tijd te hebben. Dat zijn eigenlijk de katvangers. Je kan ook zeggen de loopjongen van het grote geld. Die dus, zeg maar, via constructies, hè, rechtsvormen, internationaal, het geld zo gaan bewegen dat het allemaal oké is. Hè? Dus dat alle toezichthouders, alle reglementen die er in de wereld zijn, want die zijn er, dat niemand daarin wakker wordt van, hé, hier is iets aan de hand. Hè? Zoals we een jaar of 2 jaar geleden een hoop ophef hadden over Panama. De Panama Papers. Ja? Ja. Ja, dan belasting ontduiken. Dan denk ik van, jong, ja, dat ging dan over belastingontwijking. Ja. Ontduiking is alle regels overtreden. Het ging hier om ontwijken. Ja. Maar als je dan ziet wat daar op dat moment gebeurt en denkt van, ja jongens, dat is heel oud nieuws. En wie ben je nou aan het vervelen ermee? Want dit gaat over niks. Maar voor de bevolking is dat geweldig nieuws. Ja. Maar het gaat over niks. Het gaat over niks. Maar het laat wel zien dat er iets in deze wereld loos is. Hè? Dat dus bijvoorbeeld mensen uit Nederland met een bepaalde positie daar bankrekeningen hebben met rechtsvormen, waardoor ze in Nederland geen belasting betalen. Maar dat is allemaal volgens de wetten en de regels. Nou, dat soort constructies was een onderdeel van het werk. Dus als er bijvoorbeeld een wissel was, we hebben wissels gehad, we hebben de eerste boycotten meegemaakt van toen Irak. Dat was in het begin van de jaren 90. Er was een boycott op Irak vanwege de oorlogssituatie die daar was ontstaan. En dan kwamen er dus bijvoorbeeld wij noemden dat de Iraki-dollars kwamen vrij. De Iraki-dollars, dat waren gewoon Amerikaanse dollars. De Amerikaanse dollar is gekoppeld aan de olie. Daarmee is het een wereldhandelsmunt geworden met een dekking op een grondstof olie. Zolang die koppeling er is, is de dollar nog wat waard. Ja. En de Iraki's mochten de olie officieel niet meer verkopen. Er zat een boycott op. Ja, dag. Er werd nog nooit zoveel olie verkocht. Met discounts in dit geval. Omdat er officieel was, mocht het niet. Dus nou, met wat korting ging het gewoon de grenzen over. Ja. En die dollars, want de energie werd toentertijd altijd met dollars afgerekend. Dus die Iraki dollars die kwamen vrij en die moesten ergens naartoe. En dat kon niet zomaar aan een loket. Want de controles, de regelgeving, zorgden ervoor dat er een bepaalde bescherming was. Hè? Want witwas, criminele organisaties, toen was dat ook al een beetje. Nu is het terrorisme allemaal, maar dat was toen ook. Dus dan heb je dus mensen nodig die zeggen, ik pak de hitte wel over. Hè? Dus dan werd je uitgenodigd, bijvoorbeeld in Duitsland. En dan kwam je dus in een bankgebouw met kelders. En dan stonden dus hele rijen vol met geldwagens. Zo. En dan denk je, ja, geldwagens. Hè?
kan, transport, een druk bedrijf. Mm-hmm. Kom maar even mee. En als ze dan allemaal vol zaten tot aan de nok met dollars. En dat ze zeggen, dit is allemaal cash en dat moet weg. Zorg maar voor ponden, zorg maar voor Duitse marken, zorg maar voor dit, dat. En het moet zus en zo en het moet dat daar moet en weg. Daar. Hebben we het nu over witwassen? Of? Nou, het verwerken van cash. Ja. Het verwerken van cash op een manier dat het weer legaal binnen het circuit terugkomt. En dat was jouw taak? Dat was een klus die ik en de collega's dan kregen. Okay. He, want je bent nooit alleen, je werkt met collega's. Je kan het niet alleen. Nou, dat kan niet. Je kennen Dagobert Duck met zijn schepje. Nou, dat was letterlijk daar, gaan we met de schep staan. Dat was onmogelijk om weg te werken in één keer. Dus dan ga je dus kijken. Vroeger was het namelijk nog normaal dat heel veel met cash gebeurde. Tegenwoordig is bijna alles digitaal. Maar dan ging je dus kijken van hoe ga je die cash wegwerken? Hoe ga je die cash weer op dusdanige manieren in het circuit brengen? Dat ook een land als Irak gewoon weer zijn zaken kan gaan doen. He, want dat is degene die het uiteindelijk heeft. Mm-hmm. En die wil niet dat... Kijk, je hebt het over een soort witwassen. Maar waar het om ging, dat was dat Irak heeft een boycot. Die moest zich houden aan alle regels. En door dus... Weet je, alles wat je in de wereld wil weten, kan je weten door de geldstromen te volgen. Ja. Dat is bottom line. Iedereen kan bla 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 zeggen, ja. Maar zorg dat je de geldstromen volgt. Ja. Dan kom je alles te weten. Ja. Dat was toen ook zo. Dus het enige wat Irak wilde, dat is dat niemand ze ervan kon betichten, inclusief de partners die het kochten. Hè, want de partners die het kochten waren degene die de embargo's hadden opgelegd. Ik bedoel, het zijn allemaal gewoon vriendjes. Dat denkt iedereen van, hey, deze wereld is met plus en min en zwart en groen. Maar op een hoger niveau is het een spel. Het zijn vriendjes. Ja. Maar ze hebben zich wel te houden aan alle regels en wetten die ze zelf hebben gecreëerd om de rest van de samenleving daar te houden. En dat het niet erg druk wordt in de top. Mm-hmm. Dus je moet wel volgens je eigen regels gaan spelen. Nou, dus hetgeen wat daar speelt, dat is dat je dus wil dat niemand het spoor kan vinden of kan volgen. Hè? Buitenom de top is niemand in de onderlagen die kan volgen wat er nou werkelijk is gebeurd. Compartmentalized noemen we dat. Hè? Dus ja. Ieder weet zijn eigen stukje en ja. Alleen de top weet wat er speelt. Ja, maar omdat wij zeg maar het vuile werk deden... Ja. Moest je heel veel weten. Want wij mochten geen fouten maken. Waar zat jij in de top van de piramide? Zat je een beetje in de top van de piramide? Nou, jij had er contact mee. Oké. Okay. Ik ben niet, zeg maar... Voor mijn ego was het geweldig geweest als ik, zeg maar, tot de club had kunnen behoren. Hè? Tegenwoordig mm-hmm. praat je nog over 8.500 mensen in de wereld mm-hmm. die de hele wereld runnen. Mm-hmm. Het zou geweldig geweest zijn als ik in die tijd... daar ook een zetel in had gehad. Maar concreet, als je zegt de top van de piramide weet 100%, kun je een percentage aangeven waar jij zat qua weten en snappen wat er allemaal gebeurde? In mijn werk moest ik 100% weten. Wow. Het kon niet anders, omdat de belangen waren heel groot. Mm-hmm. Juist voor die top. Juist. En als ik niet alle details wist, kon ik onherroepelijk fouten maken. Mm-hmm. En dat betekent dat je dus een spin-off krijgt, want fouten worden gesignaleerd. Dan gaan dus allemaal mensen die het niet weten, gaan zich ermee bemoeien. Ja. Je praat hierover bijna een onmenselijk zenuwstelsel hebben, ja. om op dit niveau te werken. En had je dat? Ja, het ging prima. De vrieskast werkte goed. Ja. Ja, dat heeft. Ik heb op het hoogste niveau ongeveer 5 jaar gespeeld. En toen was het ook over uit en sluiten. Dat was een heel heftig moment. Ja. Dat gebeurde ineens? Of door een. Ineens? Nee. Het punt is. Ik heb één klein voorbeeldje gegeven van wat er binnen die handel speelde. Dus dat ging dus in dit geval om het omwisselen
van valuta's, hè, van dollars naar andere. Het ging erom dat het veilig werd weggezet, deposito's. En het ging erom dat het vermogen goed werd beheerd. Hè, dus dat het weer ook rendement zou gaan geven. Dat er weer investering kon gedaan worden met het geld. Mm-hmm. Het niveau waarop ik in die 5 jaar ging spelen. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Je moet je sporen verdienen. En ik had, ik heb de gave om heel snel, zeg maar, allemaal losstaande deeltjes, informaties, op een bepaalde manier met elkaar te combineren. Waardoor ik een totaaloverzicht krijg van waar ik allemaal rekening mee moet houden binnen het speelveld. Dus zeer gedetailleerd. En dat valt op, dat je die gave hebt. En daarom kan ik ook zeggen, mij werd gewoon die 100% gegeven op mijn werkveld, op mijn gebied. Dus ik wist niet alle 100% van hun. Ik wist alles wat ik moest weten in de 100% van de zaak die ik moest draaien met collega's. En daar had ik dan vaak de leiding in, omdat ik heel snel alles overzag. Je kon schakelen ook. Ja, en ik kon ook de innovatie er nog in gooien van hoe los je het dan op. Ik vond dat leuk. Ik vond het leuk om te creëren op een manier dat je alles en iedereen te vlug af was, te slim af was. Kon spelen met al die regels en dat het allemaal ook nog klopte. Dat vond ik een heel leuk spel. Maar aan de andere kant had je een hele hoge verantwoording. En je kreeg steeds meer te weten over de werkelijke wereld. Want via de financiële wereld kom je alles echt te weten. Dus maar je zegt alles? Op welk vlak nou, moet ik dan je klanten, aan je klanten kon je heel duidelijk een wereld ontdekken, hoe die in elkaar zat. En achteraf gezien wist ik nog steeds niet alles, maar ik wist al wel veel. Want je klanten waren banken, hè, die wilden hun handen ook schoon houden. Ja. Maar binnen zo'n bank zitten dus een aantal mensen die weten donders goed wat er altijd speelt. Dus bij, zeg maar, 1% binnen een bank weet precies wat er werkelijk speelt in deze wereld. Dat moet ook wel, want die hebben dus te maken met al die geldstromen. Maar dat zijn je klanten. Maar je hebt ook uiteindelijk met overheden te maken. Je hebt te maken met multinationals. Je hebt te maken met geheime diensten. Maar je hebt ook te maken met wat ze nu noemen terroristische organisaties. Je krijgt dus het hele palet van groot geld aan cliënteel. En dan zie je ook de verbindingen. Dat staat dan los van elkaar, wat je net zei. Ieder weet een deel. Maar jij zit er middenin. Dus jij ziet steeds meer van, oh, maar nu komt het van dit. En dan gaat het naar daar. En van daar gaat het naar daar. Je krijgt steeds meer informatie en overzicht over wat er werkelijk speelt. En moet je ook al die handen, noem ik het maar even, dienen? Dus als we het nu hebben over terroristen en zo, die dien je ook. Je probeert iedereen tevreden te houden. Ja. Mijn hemel. Ja. Dat was je werk. De borden in de lucht houden. Ja. Ja. En wat een van de dingen waar voor mij een luik open ging, dat ik toen eerst niet wist, maar nu wel, dat is bijvoorbeeld geheime diensten. Je denkt dan van geheime diensten zijn in het belang van een land en van een volk enzovoort. Ja, ja. Maar dan blijken dat eigenlijk wat ze nu noemen criminele organisaties te zijn. Mm-hmm. Althans, het systeem is zwaar crimineel. Ja. Het gaat over het financieren van oorlogen, het creëren van oorlogen, het creëren van eigenlijk heel veel ellende in deze wereld. Mm-hmm. Dus ook heel veel strijd. Ja. En dan denk ik van jeetje, de mensen moesten eens weten hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Voor die diensten is niets te dol. Nee. Niets. Maar ook hun hebben weer hun geldstromen. Want als hun dus in de handel van drugs zitten, of in de handel van wapens, of in de handel van, noem het maar op, mensen. Al dat geld moet ergens naartoe. Alles moet gefinancierd worden. Maar je zegt als, maar jij kunt bevestigen dat ze dat zitten. Allemaal. Ja. Allemaal. Ja. Dus de hele wereld is niet de wereld van waar we allemaal van denken dat de wereld is zoals die is. Nee. Daar kom je dus achter door dat werk. En waar het bij mij dus misging, om het zo maar te zeggen. Goed ging, uiteindelijk. Ja. Achteraf gezien ja. Is het maar goed geweest. Maar ik kreeg stroomstoringen op de diepvriezer. Ja. Er gebeurden allemaal dingen. Ik kwam bijvoorbeeld op een andere beurs en dan zei een van de collega's daar van, Ronald, weet je nog met die Italiaanse lier? Ik zeg dat in de lezingen ook wel eens.
Weet je nog met die deals met de Italiaanse lire? Dat we dus Italiaanse lires gingen dumpen massaal. En waardoor de lire een opdonder kreeg. Het werd op dat moment een mindere positie. Waardoor dus een bedrijf in Italië daar last van kreeg op een dusdanige manier dat het bedrijf over de kop ging. En dat je dan op die beurs hoort van, weet je nog met die succesvolle Italiaanse lires? Ja. En dat ze dan zeggen, weet je dat de eigenaar zelfmoord heeft gepleegd en een gezin achterlaat? Dat soort dingen. Auw. En toen lachten je erom. Ha, 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 met elkaar, allemaal. Wauw. We scheten op de mensen. Het was gewoon een product, afval. Alles was afval. Mm-hmm. De natuur, de planeet, alles mocht kapot. Nutteloze meeeters. Als we maar onze doelen haalden. Mm-hmm. Als we maar groeiden. Mm-hmm. Veel van mijn collega's gingen ook uiteindelijk aan de drank of aan de drugs. Ja. Ik niet. Had ik beter misschien ook kunnen doen. Of niet. Nee, achteraf gezien is het allemaal goed gegaan en is het mooi dat ik nog leef. Maar al die opstapelingen van al die erge dingen brak door. Kun je een voorbeeld geven nu? Want ik voel dat er heel veel gebeurd is met jou. Ja, het is ook een lastig stukje om te zeggen. Dat voel ik. Maar dat is, als je erover wilt vertellen, prima. En wat je niet kwijt wilt. Ik zeg alleen maar wat ik wil zeggen. Alleen het roept het wel raadje. Dingen op. En ja. Ik merk dat omdat ik nu niet in een diepvries zit, dat het me ook erg raakt. Heel mooi. Het raakt mij ook. Maar oké. Okay. Kun jij vertellen wat het ergste is wat je hebt meegemaakt? Waardoor je zegt, en daar was voor mij gewoon toen Nou, dat is dus het breekpunt geweest. Je komt zo diep in die kringen. Je tekent ook eigenlijk een, ik heb niet met bloed getekend ergens voor, maar je tekent wel een contract voor je leven dat je zwijgt over namen van bedrijven, organisaties, personen. Dat is ook de reden waarom ik denk nog steeds leef. Je houdt je daaraan. Maar als het gaat om de meest erge dingen die ik heb meegemaakt. Ik heb net verteld over dingen waar ik stroomstoringen mee kreeg. Het geweten begon dus. Laten we het zo zeggen, ik zat in een opleiding tot psychopaat en ik ben gezakt. Ik heb het niet gehaald, ik ben geen psychopaat geworden. Dat geweten brak door. En het ergste wat mij overkomen was, dat was omdat ik zo'n goed aanzien had, zo succesvol was en zo vertrouwd was met mensen in deze wereld die dus op dat niveau speelden. Ik moet ook zeggen dat de meeste van deze mensen hadden een geloof wat afwijkt van het gemiddelde. Hè? Je hebt katholieken, je hebt protestanten, je hebt allerlei soorten van religies. Deze mensen, de meeste daarvan, hadden een Luciferiaans geloof. En dan kan iedereen zeggen, ja, geloof bestaat niet en God bestaat niet, alles bestaat niet. Nou, voor die mensen was het de waarheid en de werkelijkheid. Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. Mm-hmm. En ik kwam dus ook in die kringen. Alleen ik lachte erom, want het waren voor mij gewoon klanten. Dus ik kwam in wat ze noemden Satanskerken. Ik wou zeggen, we hebben het nu over het satanisme. Ja, okay. Ik kwam dus in Satanskerken, maar ik kwam zeg maar op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, hun heilige soorten mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. En ik vond het alleen maar leuk. Ik hechtte weinig of geen geloof aan hun geloof. Of ik was er eigenlijk niet eens van overtuigd dat het überhaupt allemaal wel bestond. Het was meer een schouwspel voor jou. Ja, ik zag gewoon de donkerte en de slechtheid en de diepte daarvan zit in de mens zelf. Ja. Ik koppelde het nog niet zo. Nee. Maar ook die kringen verkeerde ik dus in. Omdat dat, ja, als gast zeg maar. Omdat ik vond het allemaal wel leuk. Al die blote vrouwen en al die dingetjes die daar speelden. Hè? Het was het vrije leven. Maar er kwam een moment. Toen werd ik dus uitgenodigd. Daarom vertel ik dit ook. Om mee te gaan doen aan offers. In het buitenland. Dat was het breekpunt.
kinderen. Oké. Okay. Dat werd je gevraagd. Ja, ik kon het niet. Wil je even stoppen? Wil je even stoppen trouwens? Of nee. Oké. Okay. En toen begon ik langzaamaan eigenlijk in te storten. Ik had zelf als kind nogal wat meegemaakt. Ja. En dat raakte mij zo. Alles ging om. Maar dat is de wereld waar ik uitkom. En toen begon ik dus dingen te weigeren binnen mijn werk. Ik kon het niet meer. En toen werd ik een gevaar. Voor hen, natuurlijk. Ik begon niet meer optimaal te... Ik begon te rammelen en ik had dingen geweigerd. Ik had niet deelgenomen. Want het gaat erom, uiteindelijk in die wereld, dat ze iedereen ook in hun zak willen hebben. Ze moeten chantabel worden. En het chanteren van mij was erg moeilijk, als ik dat allemaal achteraf bekijk. Dat hadden ze willen doen voor jullie kinderen. Ja. En daar brak ik. Is dat... Jij vertelt nu iets wat mij niet onbekend voorkomt. Wat ze in de politiek ook doen? Als je op internet gaat googlen, kom je wereldwijd genoeg getuigenissen tegen om te weten dat dit geen Walt Disney verhaaltje is. Het is helaas zo dat wereldwijd, en dit is niet alleen van deze tijd, dit is al van duizenden jaren. Ik heb ook ooit nog een stuk theologie gestudeerd. Zelfs in de Bijbel kom je het tegen bij de Israëlieten. Een van de redenen waarom de eerste 10 stammen toen uit hun land werden gezet en verbannen werden naar Babylonië, was juist vanwege de rituelen met kinderen. Inclusief het offeren van kinderen. Dus dit is een lijn. Vanuit al die shit ben ik ook gaan geloven. Omdat ik besefte dat er meer was dan alleen maar hemel en aarde. Er is werkelijk een onzichtbare wereld. Je praat werkelijk over een duistere macht en je praat ook over een lichtmanifestatie. Dus ik ben maar theologie gaan studeren om te begrijpen waar dit allemaal over ging. En psychologie heb ik begrepen. Ja, alleen dat zat al in mijn eerste leven. Ja. Omdat via commerciële psychologie, massapsychologie, ik wist hoe je zaken naar de hand kon zetten. Dat is eng, want daar zit, als je verder gaat, het Tavistock Instituut natuurlijk, de Mind Control, MK Ultra, ja. Monarch. Ja. Al die vormen, ja, van nee, dat klopt. Dat, maar dat zat allemaal, zeg maar, in je werk zat dit allemaal. Ja. Ik ben daar via mijn werk juist alleen maar zwaarder in getraind. Omdat als je deals zet, moet je ook de media manipuleren. Je moet heel veel manipuleren. Want alles moet lijken als dat het allemaal niet klopt en niet ja. is zoals het is. Alles moet anders overkomen. Zeg maar, je kijkt naar het volk eigenlijk als schapen. Ja. Die je alle kanten... Zet er een paar bodycollars rond en drijf ze maar. Want klopt. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik het nu nog steeds een beetje zie dat het zo gaat. Helaas. Dat mensen nog steeds, zeg maar, via de systemen en methodieken die we zelf vroeger deden, nog steeds bejegend worden en dat het nog steeds ook zo gaat. Ja. Dat mensen nog steeds maar niet snappen hoe het werkelijk in elkaar zit en nog steeds maar op het niveau zitten van als ik mijn pot bier maar heb en weet ik wat allemaal. Het helemaal op zichzelf gerichte. Ook weer vanuit overleven. Ik bedoel, het is het programma wat draait. Maar je ziet nog steeds hoe makkelijk je mensen eigenlijk een kant op drijft. Ja. Als je aan de knoppen zit. De massapsychologie. Ja, en later, pas later, in al die studies en ontdekkingen die ik deed, kwam ik achter een document waar ze allemaal van zeggen dat het onzin is. De protocollen van Zion. Mm-hmm. En ik beveel tegenwoordig iedereen aan om dat hele oervervelende, saaie document toch maar eens te gaan lezen. Bijt er maar doorheen, ga het toch maar lezen. Heb het over het Zionisme ook? Uiteraard. Ja. Als je de protocollen van Zion leest en werkelijk binnen laat komen, gaat begrijpen, dan kijk je eigenlijk in een krant van het dagelijks leven. Ja. Hoe dus vanuit een ultieme macht, want die ultieme macht is werkelijk ultiem geworden. Maar dat is allemaal omdat de mensen, zeg maar, niet opstaan. Nee.
niet beseffen wat de werkelijkheid is. En geprogrammeerd zijn, want durf maar eens te zeggen dat je tegen het sionisme bent. Dan ben je antisemiet, dan ben je... dat proberen ze... Het negatieve, je mag zeggen het kwaad, het luciferiaanse, het satanisme, hoe je het wil noemen. Het is een werkelijke entiteit. Ik ben werkelijk erachter gekomen dat wat ook in zo'n Bijbel staat, en het staat niet alleen in de Bijbel, het staat in zoveel boeken. Er is werkelijk een shift geweest, een afscheiding geweest van de lichtmanifestatie, waarin eigenlijk een club voor zichzelf is begonnen en een haat, een intense haat heeft, een kwaadheid heeft, die maar heel weinig mensen werkelijk op waarde durven in te schatten, want het is een allesvernietigende kracht die ons haat. Ja. Die haat de schepping, die haat het leven. En zal er ook alles aan doen om ons mensen te vernietigen. En hoe doe je dat? Door ze uit elkaar te houden. Verdeel en heers, dat klopt. De mensheid is namelijk de manifestatie van het licht. Dat is de werkelijke creatie. Zolang je die maar gescheiden houdt in allerlei zaken zoals politieke partijen, kleurtjes waar we op afgerekend worden. Noem alles maar op. Dan zorg je ervoor dat jouw grootste vijand, vanuit het Luciferiaans gezien, niet tot zijn volle potentie komt. Niet tot zijn volle kracht komt. Niet kan gaan staan. Want op het moment dat dat gebeurt, dan verdwijnt het. Dan verdwijnt die hele brulboei, dat monster, het monster van meer, die verdwijnt. Wat ik wel eens zeg tegen de mensen, er is een generaal, een oud Amerikaans generaal, en die zet een hele zaal in het donker. De ogen wennen aan het donker en je ziet werkelijk niets. En het man heeft niks verder gezegd. En die doet paf, een aansteker aan, één lampje. En omdat de ogen gewend zijn aan dat ultieme donker, verschijnt eigenlijk een lichtmanifestatie door dat ene vlammetje in die hele zaal. Iedereen ziet elkaar weer een beetje. En dan zegt hij, kijk, zo krachtig is ons licht. Mooi. Verenig. Ja. Kom samen. En het hele shitverhaal is weg. Ja. Zo snel kan het gebeuren. Ja. Maar goed, dat kan ik nu zeggen. Toen zat ik in de periode dat ik dus langzaamaan afbrak. Kun je daar iets concreets over zeggen? Hoe ging dat? Want je kreeg een aanbod. Ik ging opdrachten weigeren. Dus zeg maar dat geweten, dat brak door. Nou, dat verzoek met die kinderen. Het geweten brak door. Ik ging steeds meer weigeren. Ik kreeg een geweten. Dus ik kon niet meer functioneren. Maar je ging nog wel naar je werk gewoon daarna. Dat kon niet anders, want ik had een eigen onderneming met meerdere kantoren, met personeel. Ik bedoel, de tent draaide gewoon door. Dat moet lastig geweest zijn. Het werd heel lastig. Ja. De spanningen. Dus aan de ene kant zit je met hoog niveau spelen met geld. Daarin moet elk detail altijd kloppen. Klopt een detail niet, vallen de dominostenen en is eigenlijk je hele onderneming, jijzelf, iedereen is gewoon de lul. Dan word je echt afgebrand. Dus daar zitten enorm veel spanningen. En dan heb je ook nog in ene keer al die spanningen binnenin jezelf vanwege een geweten wat begint te zeuren. Ja. Dat is die waarschuwing die ik in het begin kreeg. Doe het niet als je je geweten niet op -100 in de diepvries kan zetten. En dat besefte je toen waarschijnlijk? Ja, ik hoorde mezelf toen nog even lachen om iets waar niet om te lachen viel. Ik heb totaal niet begrepen waar ik werkelijk instapte. En die diepvriezer was uit? Kapot. Ja. Het ging niet meer. Ja. Nou, dat heeft. Dus ik heb het geprobeerd vol te houden. Zeg maar de schijn. Ik wist ook niet hoe kom ik hier nog uit. Ik zat ook gevangen. Iedereen zat gevangen. Nou, dat heeft uiteindelijk voor een totale crash gezorgd. Mijn lichaam stopte. En het eerste wat ik weer terugzag was een huilende moeder op intensive care. Zo, je kwam op de IC terecht. Ik ben echt oud gegaan. Echt letterlijk gecrashed. Ja. En ik geloofde toen helemaal niks. Maar ik zie het nog. Het was in die hoek. Ik keek naar mezelf. Ik heb gezien hoe ze met mij bezig... ervaring gehad. Nou ja, dat kan je zo noemen. Ja.
Ik heb gezien dat ik niet mijn lichaam ben. Ik zit in mijn lichaam, maar ik ben niet mijn lichaam. Ik heb gezien hoe ze met me bezig waren. Dat is bij mij later, want ik heb het heel veel jaren niet durven vertellen. Ik heb het echt pas veel later gaan vertellen. Maar toen had ik al allerlei dingetjes onderzocht. Ik ben toen ook gaan geloven, de studies. Ik begon het stoffelijke en onstoffelijke beter te begrijpen. En toen was die intense ervaring, kreeg toen ook een plaatje. Van hé, ik ben niet mijn lichaam. Mijn lichaam is een voertuig. Maar goed, dat heb ik allemaal doorleefd. Maar ik heb ook lang nodig gehad om te herstellen. Ja? Ja, ik was volledig wrak. Volledig. Alles was opgebrand. Ik was gecrashed. Het lichaam heeft een jaar nodig gehad. Om te herstellen. Want ik ga nu niet in detail daarover vertellen, maar ik ben zeg maar ook vanuit die groep lichamelijk nogal zwaar behandeld geweest in de afbouwperiode. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat ik voor de rest van mijn leven zou zwijgen. Dus ik ben zeg maar ook meegenomen geweest voor een bepaalde periode. Okay. Behandeld geweest. Al die zaken bij elkaar hebben uiteindelijk de spanningen alleen maar hoog gemaakt. Ik rende letterlijk zeg maar naar mijn eigen einde. Heb je het over abduction, zoals we dat noemen? Of ben je geprogrammeerd, zeg maar, in die periode? Nee. Ze hebben mij, zeg maar, bepaalde martelingen laten ervaren die ervoor zorgen dat je ten alle tijde nooit iets of iemand zal beschadigen uit die wereld. Ja. Dat zag ik toen allemaal niet zo. Dat is allemaal achteraf gepraat. Mm-hmm. Maar het is wel allemaal gebeurd. Dus zeg maar, er is toen in de eindtijd zeg maar, van mijn eerste leven is zoveel gebeurd. Ik trok het niet meer. Ik trok het op geen enkele manier meer. Maar mijn geesteskracht, mijn mindpower was zo sterk dat daar het niet gebeurde. Het gebeurde met mijn eigen lichaam. Daar ging het. Ik wist niet meer hoe verder. Er was geen weg meer. Dus daarom zeg ik soms wel eens, dat is niet waar natuurlijk, maar toen de tijd van had ik maar net als die collega's in de drank en de drugs gegaan, dan had je lekker op een zachte manier weggevloeid. Hè? Want de meesten zijn gewoon dood. Ik heb niet zo, ook al weet ik nog dat er poppetjes rondlopen, er zijn er niet zoveel meer levend hoor. De meesten zijn al dood. Nou goed, ik was ook dood, maar ik ben er nog steeds. Je hebt blijkbaar nog iets te doen. Ja, ja dat ja. Mag je wel stellen, ja. Maar dat is, kort door de bocht wil ik niet meer zeggen, want ik weet niet eens hoe lang we hier nu over praten. Maar dit is wel de wereld waar ik uitkom. En als je daar nog dingen over wil weten, dan kan ik je daarop antwoorden. Maar ik had gehoopt het wat korter te kunnen vertellen, maar ik weet niet hoe dat dan precies gaat. Nou, ik dank je in ieder geval heel veel voor dit stuk. Het is nogal voor mij nog steeds een heel heftig stuk. Ja. Je had het straks over de piramide. Ik had het over de top van de piramide. 8.500 mensen.
Kun jij ze vertellen hoe dat werkt daar op dit moment in die top? Jazeker. Die 8 tot 8.500 mensen, die bedienen zich van een financieel systeem, van een financieel monetair systeem. Dus wij kennen dat dan als geld en banken, waar we ons dagelijks leven mee bestieren. Maar het mechanisme waar ze zich van bedienen is inderdaad, zoals je net aangeeft, het is een piramidaal systeem. Dus je hebt de top, daar zitten die 8.500 mensen. En daaronder hebben ze een instituut gecreëerd. En dat is sinds 1930 is dat ontstaan vanuit Nederland. En dat is de BIS. Dat is de Bank for International Settlements. En die is gevestigd in Zwitserland. En dat is het hoofdkantoor, de hoofdkantoren van de banken, van het financieel systeem. Dus die top, die 8.500 mensen, die geven dus opdrachten naar Basel, naar de BIS. En van daaruit gaat het dus het hele systeem in en wordt het uitgevoerd. We kennen Basel-akkoorden, Basel, de banken, dat ging allemaal mis. En toen kregen we Basel 1, Basel 2, Basel 3. Sommige mensen hebben dat wel eens van gehoord of in de kranten gelezen. Het gaat allemaal over die BIS. Nou, in 1930... wat ik je zei, is dat dus vanuit Nederland is dat dus ontstaan. In 1931 is dat instituut al erkend door eigenlijk alle landen in de wereld als zijnde de autoriteit, het hoofdkantoor, de hoofdkantoren. Het is ieder centrale bank in de wereld is dus ook lid van die club. Het is een particuliere organisatie, het is geen overheid. Die hebben dus een headquarters agreement, een hoofdcontract. En in dat hoofdcontract staat eigenlijk helemaal beschreven waar die BIS over gaat. Wat die kan, wat die mag, wat die doet, alles erop en eraan. En als je die artikelen, want die kan je gewoon op hun website kan je die vinden. Als je dan leest waar hun allemaal voor staan, dan hebben ze dus allemaal regels ingevoerd die dus door de hele wereld erkend zijn. Waarin staat dat ze onafhankelijk zijn. Dat ze dus niet tot Zwitserland behoren. Ze zijn eigen baas. Dus het grondgebied waar het op staat, heeft Zwitserland niks over te vertellen. Er staat ook dat ze in alles onschendbaar zijn. Er staat ook eigenlijk dat ze boven deze aarde verheven zijn. Dat niets en niemand hun iets kan doen. Ze zijn volledig immuun. Dus ze zijn volledig gevrijwaard van alles wat hier op aarde is. Ze hebben ook een eigen politiedienst, dus je kan er ook niet zomaar binnenrennen van jullie rotzakken of wat dan ook, want er komt wat rottigheid uit die tent. Het is een volledig erkend instituut, wat eigenlijk een vrijstaat is en boven deze aarde verheven. Onschendbaar. Het is ook het instituut waar in de Tweede Wereldoorlog, maar ook al voor de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde vijanden, dus de nazi's en de geallieerden, elkaar ontmoetten. En daarin bijvoorbeeld het goud gingen verhandelen, wat was geroofd van Joodse mensen of van staten of anderen. Dus het is een clubje waar iedereen vriendjes met elkaar is. En dat hoofdkantoor zorgt er dus voor dat zeg maar, het hele monetaire, financieel-economisch systeem verder draaiende wordt gehouden. En het zorgt er ook voor dat alle waarde die onderin ligt, onderin de piramide ligt namelijk het echte leven, waar de mensen zijn, de aarde, de natuur. Dat de waarde die onderin die piramide ligt, de enige echte waarde op aarde, dat die onttrokken wordt. En dat doen ze dus via het financieel systeem. Dan hebben ze onder die centrale bank, die BIS, hebben ze het IMF zitten. Het Internationaal Monetair Fonds. Dat lezen de mensen wel eens in de krant. Ze hebben daar ook de Wereldbank zitten. Dat zijn die twee instituten die vaak landen helpen als het nodig is. Wat ze doen, dat is schuldcreaties binnen landen verwezenlijken op een manier dat het land het nooit meer terug kan betalen. Ze kunnen dat berekenen.
hoeveel kan je aan iemand lenen dat je weet dat hij het ook nooit meer terugbetaalt. En dan krijgen ze dus steeds meer grip op een land met bijvoorbeeld grondstoffen. Het hele continent Afrika is rijk, zeer rijk aan grondstoffen. Maar dan kan je dus via vriendjes, multinationals, kan je dus de waarde uit een land onttrekken, omdat het land wat in schuld zit nooit meer zijn lening kan aflossen en daarvoor dus in de plaats grondstoffen geeft. En dus arbeid levert, slavenarbeid, ja, hebben we het dan over. Ja. Hè? En het enige wat je dan nodig hebt, dat is dat de top binnen zo'n land gekocht is op een of andere manier. Hè, dat kan zijn via chantage met kinderen of gouden handdruk. Het maakt niet uit, het is maar wat ze willen. Die koop je en daarmee heb je dus eigenlijk een land op zak. Dat is die laag onder de BIS, dat is de Wereldbank en het IMF. Nou, daaronder krijg je de centrale banken. Dat zijn allemaal particuliere organisaties. Het heeft niks met overheid te maken. Daar zit inmiddels ook de Centrale Bank Europa in. Hè? Vroeger hadden we ook nationale centrale banken. Die zijn er ook nog, maar dat zijn nu bijkantoortjes geworden van de Centrale Bank Europa. Waar staat in dit geval de City? Je hebt het nu over de City of London. Is ook een vrijstaat. Dus dat Vaticaanstad is ook? Ja, Vaticaanstad. In Washington D.C. heb je ook zo'n plek. Mm-hmm. Dus er zijn op aarde zijn allemaal vrijstaten die hetzelfde niveau hebben als de BIS in Basel. En Vaticaanstad, Vaticaanbank, is ook een vrijstaat. Zo heb je dus de City of London. En de City of London mag je wel zien als een van de grootste financiële harten van de wereld. Waar ook bijvoorbeeld de goudkoers wordt bepaald. Juist. Hè? Dagelijks wordt daar, zeg maar, de goudkoers gemanipuleerd. Ja. Zo kan je ook mensen vullen met geld en leegtrekken met geld. Dus de City of Londen is daarin, zeg maar, een financieel hart. Hè? Dat is dus ook een belangrijk orgaan, mechanisme, als we het hebben over die piramide. Want we hadden het dus net over de structuur van de Bank of International Settlements in Basel. Dan heb je het over de IMF en de Wereldbank. Daaronder heb je het over al die centrale banken. Dat is ook de Federal Reserve in Amerika en al die andere. Daaronder krijg je dus de gewone banken. Maar je hebt dus ook beurscentra's. Hè? En het gaat in dit geval dus overal over die vrijstaatjes. Dat zijn die onschendbare staatjes. Die staatjes die niets en niemand hier op aarde wat kan doen. Hè? Ook het personeel niet. De mensen die ervoor werken zijn ook allemaal onschendbaar. Maar staan die dus hetzelfde niveau als het puntje van die BIS-bank, nee, zeg maar? Het wordt vanuit de BIS, wordt het allemaal gedelegeerd. Dat is het hoofdkantoor der hoofdkantoren. Ja. En van daaruit wordt, zeg maar, in alle lagen die eronder hangen, worden dus de instructies ingevoerd. Aha, dus ook de City. Ook de City. Ja. De City, het wordt allemaal vanuit de BIS, daar vanuit geregeld. De top wordt het geïnstrueerd. We hebben het net gehad over de gewone banken. Die hangen daar weer onder. Hè? Mm-hmm. En daaronder hangen nog de multinationals. En daaronder hangen de regeringen. En daaronder hangen wij, de mensen, het echte leven. En de mechanismes die ze dus gebruiken, dat is onder andere iets wat we heel normaal vinden. Dat is een rentecomponent. Geld wordt namelijk in deze samenleving gecreëerd op schuld, op een schuldcontract. Mm-hmm. He, dus je hebt hier, zeg maar, een papier. Ja. Je gaat naar de bank, dat kennen we allemaal. Je vraagt een lening aan, een hypotheek. Je zet je handtekening. En op het moment dat jij je handtekening hebt gezet, wordt er aan de ene kant een schuld aangemaakt op de balans van de bank, op je rekening. En aan de andere kant een tegoed. Het tegoed gaat naar hetgeen wat je gaat kopen, het huis of de auto of wat dan ook. En de schuld blijft bij jou staan. Maar op die manier wordt er uit het niets digitaal geld gecreëerd. En dat is hoe al het geld op aarde gecreëerd is, op basis van een schuldcontract. Dat tot daaraan toe. Dat is een economie gebaseerd op schuld. Maar er zit ook een component aan, gebruikskosten zou je het kunnen noemen, rente. In de economie wordt je daarvan geleerd dat daar spaargelden tegenover staat. Dus dat iemand heeft er hard voor gewerkt. Dus is het logisch dat hij wat krijgt voor het geld wat hij uitleent aan een ander. Nou, dat is allemaal niet waar. Het gaat erom dat die rentecomponent, zeg maar gemiddeld 5% per jaar,
dat die niet is meegecreëerd in dat contract, in dat schuldcontract. Dat betekent dat dat ergens anders van een ander schuldcontract weggesnoept moet worden. En dat is het begin van een fundamenteel tekort wat je wereldwijd creëert, waarop iedereen met elkaar ook in competitie gaat, waaruit eigenlijk bijna alle ellende hier op aarde ontstaat onder de mensen in de samenleving. Want er wordt constant 5% gemiddeld aan de onderkant van de piramide naar boven getrokken, naar dat kapitaal. En tellen maar door, hè. 5 maal 10 jaar is 50%, na 20 jaar is het al 100%. Dus er komen steeds grotere tekorten. Om dat op te lossen worden dus steeds meer schuld op schuld contracten gecreëerd wereldwijd. Ook onder banken, in alle lagen, regeringen, mensen, bedrijven, noem het maar op. Schuld op schuld om die gaten van dat onttrekken, die 5%, dat vampirisme eigenlijk, hè, dat is het. Die echte waarde, die wordt onttrokken. En in 20 jaar heb je dus al 100% onttrokken. Dus je hebt steeds meer schuld. Daarom zie je ook staatsschulden steeds verder groeien. Je ziet overal eigenlijk iedereen steeds dieper in de schulden komen. Er komen steeds meer rapporten vrij. Dan komt een Oxfam Novib in een keer met een rapport, met een wereldwijd onderzoek. Dat blijkt dat 8 mensen wereldwijd al net zoveel bezitten als de helft van de wereld. Hoe kan dat? Dat is niet alleen met speculatie. Dat is ook door de rentecomponent. Dus de rentecomponent onttrekt alle reële waarde uit de economie en schiet naar boven. Aan de laatste over de piramide. Je hebt regels, wetten, legers, politiediensten, fiscaliteitsdiensten, noem ze allemaal maar op. Je hebt allemaal regels en wetten en organisaties aan de andere kant staan die ervoor zorgt dat de onderlaag, het echte leven, daar blijft waar je hem wil houden. Dat niet iedereen straks boven zit. Dan zitten we met 7 miljoen boven. Dat willen ze daar niet. Dus het is allemaal dichtgetimmerd. Zolang mensen niet beseffen hoe dit in elkaar zit en hoe ze belazerd worden, hoe ze bestolen worden, hoe de waardes, hun waarde, wordt onttrokken en waardoor rijk alleen maar rijk wordt. Zolang ze dat niet doorhebben, niet bewust worden daarvan, blijft alles zoals het is. En dan praat je dus ook over die oude wereld waar ik het over had. Want bijna alle ellende op aarde is een verdienmodel. Syrië is een verdienmodel. Dat gaat over grondstoffen en nog een aantal zaken. Alles in deze wereld wordt dus vanuit één organisatie piramidaal geregeld. Zoals je al zei, follow the money, volg het geld. Want ja, daar draait uiteindelijk natuurlijk alles om. Klopt, ja. Nou, en als je dan ziet dat die waardeonttrekking... Ik heb een artikeltje van de NOS meegenomen. Dat kan iedereen op internet kan dat googelen. Mm-hmm. Als ze googelen brandstofprijzen stoten de inflatie omhoog. Nou, alleen die titel klopt al niet, maar dagen later, het is interessant om dat artikel eens te lezen. Dat is van 9 februari 2017. Het meeste wat hier eigenlijk wordt verteld is een vertekening van de waarheid. Want als brandstofprijzen stijgen, dan betekent dat niet dat iets duurder wordt in de zin dat prijzen stijgen. Nee, het geld wat wij hebben, ons salaris, wordt minder waard. Ons geld ontwaart. Dus onze bestedingskracht wordt minder. Dat is inflatie. En dan vind ik het ook heel erg bijzonder dat wij eigenlijk toch ook stukjes van de waarheid gewoon van ze krijgen, ook in de NOS-krant. Want dan staat er, met een aan Europa aangepast inflatiecijfer van 1,6% loopt Nederland ook weer meer in de pas met de Europese inflatie, die gemiddeld 1,8% per jaar bedraagt. Dus je salaris wordt 1,8% per jaar minder waard. Dan kan je steeds minder besteden. Dit is ook waarom eerst één persoon binnen een gezin met een goed inkomen het hele gezin kon onderhouden. En nu twee verdieners de touwtjes al niet meer aan elkaar kunnen knopen en in crisis komen. Want 1,2 miljoen mensen in Nederland zitten dus permanent in de schuld en ze komen er niet meer uit. Dus het is geen indianenverhalen. En nou komt het. De Europese Centrale Bank, hè, dus daar bovenin in die piramide, probeert de afgelopen 2 jaar met een beleid van lage rente continu draaiende geldpersen, ze zijn
80 miljard per maand aan nieuw geld aan het creëren op basis van schuldcontracten. De inflatie in de eurozone op te krikken naar het gewenste niveau van bijna 2% per jaar. Dus we worden 2% per jaar bestolen op onze waarde die wij inbrengen via onze arbeid en uren waar we een salaris voor krijgen. Bewust wordt 2% ontwaard. En dan zeggen ze dat de prijzen stijgen, dat is kul. Ons geld wordt steeds minder waard. Dat is wat ze doen. Dat is dus ook een vorm, naast dus rente, wat we ook zo normaal vinden, hebben we ook inflatie. Inflatie is diefstal. Dus ze onttrekken onze waarde op meerdere manieren. Het gaat nu even over die elite die constant waarde onttrekt via een financieel monetair systeem, een economisch systeem. En dat doen ze dus via de banken. De banken zijn daar, zeg maar, het middel in. Om ons eigenlijk, want we hebben het dan altijd over een BSN. En ik zeg dan wel eens, ja, service. Is het een burgerservice-nummer of is het een burgerslavennummer? Als de mensen beseffen waar ze werkelijk in zitten en hoe het komt dat we met z'n allen altijd maar in een soort van redrace zitten van concurrentie en tekort, dan moeten ze maar eens gaan kijken hoe het financieel systeem is opgebouwd en hoe het ervoor zorgt dat rijk alleen maar rijker wordt en arm arm blijft. Rente zorgt, dat is trouwens voor de mensen wel even belangrijk, rente, daar zijn statistieken van, door economen berekend, 80% van de mensen betalen hun hele leven rente. 10% die vangt wat en die betaalt wat. En nog 10% die vangt wat. Dus daar zie je al eigenlijk het grote verschil. Dat de massa betaalt zijn hele leven aan het systeem. En een klein deel onttrekt weer. De staatsschuld over de laatste 30 jaar betalen we gemiddeld 13 miljard per jaar aan rente op de staatsschuld. Dus vanuit ons belastinggeld, wat ingebracht wordt door de burgers, wordt 13 miljard aan staatsschuld aan private banken betaald op geld wat gecreëerd is uit het niets met een schuldcontract. Dus onze staat doet vrolijk mee, de regeringen doen vrolijk mee, omdat geldcreatie in het bezit is van private ondernemingen en daar betaal je dan de gebruikskosten voor. Als je dus die 13 miljard gemiddeld op 30 jaar eruit zou halen, zou je helemaal niet meer hoeven te bezuinigen in Nederland. Dus als mensen doorhebben dat rentecomponent, wat zo onschuldig lijkt, de grote boosdoener is van dit verhaal. Sterker nog, toen de katholieken het officieel nog voor het zeggen hadden in Europa, toen was renteheffingen verboden. Als je dat deed, ging je dood. Er stond de doodstraf op renteheffingen. Dus het is een heel groot ding. In heilige boeken wordt het ook beschreven. Het is nog steeds onwettig. Ja, islamitische bankieren. Nu is het helaas zo dat door allerlei nieuwe rekenmodellen ze eigenlijk ook een vorm van renteheffing hebben ingevoerd. Maar het zuivere islamitisch bankieren was de laatste groep die nog, zeg maar, totaal wegbleef van elke vorm van renteheffingen. En het leuke is dat, zeg maar, binnen het islamitisch bankieren 50% van de mensen niet eens islamitisch. Dat is dus puur op ethiek en moraal, op principes, dat mensen kiezen om te bankieren op een manier rentevrij. Omdat die mensen zich bewust zijn van de schadelijkheid daarvan. En de politiek doet niets, want ik begreep zelfs dat de Rekenkamer niet eens inzage heeft in wat de ECB doet bijvoorbeeld. Nee, het zijn particuliere ondernemingen en die hebben zoveel bevoegdheden en beschermingen dat ze helemaal niets hoeven. Maar wat doen ze dan daar namens ons, zou ik zeggen, op die rekenkamer en in de regering? Dit soort instituten bedienen vaak de politiek. Ja, nu met de verkiezingen zie je dat ook weer komen. Dan worden allerlei dingen doorberekend. Ja, je kan het ten goede gebruiken, maar je kan het ook ten opzichte van bepaalde agenda's. En nu zie je in de verkiezingstijd dat het in een keer allemaal weer doorberekend wordt op een manier dat het zo goed gaat met ons. Er is weer opleving, nieuwe banen. Er wordt weer van alles verteld van hoe geweldig het is. Als straks de verkiezingen voorbij zijn, komen we weer in het bezuinigingenverhaal. Maar ze hebben niet eens inzage bij wat de banken doen, heb ik begrepen. Daar hebben ze geen recht op. Nou, je hebt officieel als bedrijf natuurlijk je jaarverslagen. Mm-hmm.
Maar jij hebt het over een niveau dat er besluiten worden genomen die niet buiten de deuren gaan. Juist. Ja, dat klopt. Maar dat is dus in die BIS zo. Er is nog een mechanisme. Er zijn vele mechanismes. Er is ook een ESM. Dat is een Europees Stabiliteitsmechanisme. Daar heeft de Tweede Kamer, ik meen in 2012, met 100 stemmen goedkeuring aan verleend. Dat is ook zo'n instituut waar dus eigenlijk alles beschermd is. Het personeel is gevrijwaard van alles, is onschendbaar. De organisatie mag doen en laten wat ze willen. Je krijgt nergens inzage in. Is ook een vrijstaat eigenlijk als entiteit. Die ESM, waar dus wij als Tweede Kamer akkoord voor hebben gegeven, en de ministers ook een akkoord voor hebben gegeven, dat is het mechanisme. In eerste instantie was het om landen te redden binnen de EU, maar het werd al heel snel banken. En dat mechanisme, het ESM-mechanisme, zorgt ervoor dat je dus binnen 7 dagen elk bedrag wat gevraagd wordt, hè, dus aan Nederland kan een bedrag worden gevraagd van 10 miljard, maar ook van 100 miljard, dat moeten we binnen 7 dagen leveren. Dus het ESM wil bijvoorbeeld Griekenland redden. En ze hebben geld nodig. Dan kunnen ze dus een opdracht geven aan Duitsland en aan Nederland, aan de regering. Joh, geef ons maar 10 miljard. Dan moet dat binnen 7 dagen moet dat verzonden worden naar het ESM. Zodat hun programma weer kunnen doen. Het redden van, in dit geval, banken. Want als je naar Griekenland bijvoorbeeld kijkt als voorbeeld. Want het is veel via het ESM ook naar Griekenland gegaan. Dan is nog geen 5% van al dat geld wat naar Griekenland is gestuurd, is werkelijk in Griekenland aangekomen. Dat is via Griekenland direct doorgegaan naar Duitse banken, Franse banken, Nederlandse banken. Die allemaal zaten te gokken op, Griekenland. En die hebben ervoor gezorgd dat zeg maar hun eruit konden. Dat hun zeg maar geen aandelen meer hadden op Griekenland. Dus die hebben zichzelf vrijgekocht via deze mechanismes. En dat geld komt allemaal van ons vandaan. Dat is staatsschuld, belastinggeld, noem het allemaal maar op. Dus het zijn allemaal mechanismes waar we het nu over hebben, die ervoor zorgen dat wij blijven waar we blijven en steeds minder te verteren krijgen en rijk alleen maar rijker wordt. Dus, zie daar jouw taak om voorlichting te geven? Over... Ja, dat doen we ook. Wij geven tegenwoordig lezingen. In Nederland en in België. En niet alleen ik, dat doen ook collega's. Want we beginnen langzaamaan volgens mij ook een beetje te hebben over hoe nu verder. Juist. Ja. Want het is allemaal wel leuk. Het is niet leuk, maar als je doorgrondt waar het allemaal over gaat. De wereld waar ik uitkom. Hoe die nu nog steeds zeg maar doordendert. En het eigenlijk niet leuker maakt. Want er zitten allemaal programma's en agenda's achter. Allemaal verdienmodellen. Dat gaat tot aan vaccinaties aan toe. We krijgen in één keer weer een pandemie. En heel Nederland rent naar de dokter voor zijn spuitjes om niet ziek te worden. Steeds minder overigens. Ja, gelukkig is er wel een tendens. Maar ik kan me nog herinneren uit jaren geleden. Toen was er een epidemie opkomst die er niet was. En toen was er nog een minister die heette Klink. En die moest toen later. Toen bleek dus inderdaad dat niet iedereen het vaccin had gehaald. Dat was voor de varkensgriep of vogelgriep. Ja. In ieder geval een griep, heel H1, eng. Ja. En toen bleek dat hij nog een behoorlijk overschot had. Mm-hmm. En dat moest toen via speciale hoogchemische afvalverwerkingskanalen... moest het worden afgevoerd omdat het te schadelijk was voor het leven, voor de natuur... Maar het kon wel in ons lichaam gespoten worden. Dat kon wel, maar voor de rest was het not done, levensgevaarlijk. Maar dat zijn natuurlijk wel verdienmodellen. Want ik heb toen gekeken na de pandemie, de maanden daarna op de beurs, hoe de aandelen gingen van farmaceutische industrie. Nou, die hadden topmaanden. Die hadden gewoon miljarden extra winst. Ja. Dus ook multinationals spelen een grote rol binnen dit spel. Je kan eigenlijk gewoon één ding vaststellen, en daar sta ik zeker niet alleen in, want velen vanuit universitaire onderzoeken roepen dit ook al. De multinationals en de banken
zijn eigenlijk de dominante elementen geworden binnen deze wereld, binnen deze aardse wereld. En ze bedienen zich over, dus van alle systemen en mechanismes waar we het net over hebben gehad. Met dus al die vrijstaatjes, dat is heel belangrijk, want je moet onschendbaar zijn. Ja. Het is het ideaal voor dus de mensen die werkelijk psychopathisch zijn. Het is een beetje de papa die tegen zijn zoon zegt, joh, wat je ook doet in je leven, maakt niet uit, ik regel het wel. Want daar komt het wel op neer. Ze kunnen gewoon alles. Het is de natte droom van de grootste boef op aarde en die hebben ze gecreëerd. En daarom zitten wij met z'n allen nu waar we zitten. Hè? Brussel bepaalt al meer dan 80% van wat er hier in Nederland gebeurt. Nu weet ik dat er weer allerlei campagnes worden gevoerd. Hè? Iedereen wordt weer richting die stembus gedreven. Dat is om jou dus te laten instemmen met het huidige systeem. En het gevoel te geven dat we in een democratie leven. Het gevoel dat je weer je bijdrage hebt geleverd aan de democratie. Ja. Dat er weer werkelijk iets gaat veranderen. Maar als de mensen terugkijken naar de laatste 40 jaar, wat is er dan veranderd? Wat is er nou werkelijk veranderd van wat hetgeen is wat ze allemaal vertellen in de politiek? Het masker, in de campagnes aan de buitenkant. Dat is het enige wat verandert. Want niets van de mensen die in de politiek zitten met een partij en meedoen aan de verkiezingen. Ik denk dat merendeel van de mensen daarin zeer en tegen zijn, oprecht zijn en werkelijk staan voor waar ze voor staan en een verandering willen. Maar op het moment dat er een formatie komt van kabinet, worden ze ingezworen. En ze worden niet ingezworen op het volk. Ze worden onder andere ingezworen op de hogere machten. Bijvoorbeeld in dit geval een koning. Daar is de verandering. Want ik hoef er eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Als je kijkt hoe dan ministers het land gaan besturen, en dat we het eigenlijk alleen maar slechter krijgen in plaats van beter. Enkele krijgen het beter, de massa niet. En als je dan ook ziet, na de politieke carrière van zo iemand, waar die dan later belandt, dan denk van, oké, minister betekent letterlijk dienaar. Maar wie dien je dan? Als ik kijk naar het patroon wat zich tijdens je dienaarschap manifesteert, maar ook daarna. Ja. Ik bedoel, minister De Jager was ooit de minister van Financiën. Dat is de periode dat ook het ESM werd goedgekeurd. Ik zie hem nu niet als postbode rondlopen. Ik weet dat hij in een hele hoge positie in die wereld nu zit. En dat gun ik hem van harte. Maar het geeft wel iets aan. Het geeft gewoon iets aan. En als het maar eentje is, dan zeg je, nou ja, oké, hè, het kan zo zijn. Maar het is een tendens. Je ziet dat een klein clubje, daarom noem ik regeringen dus ook puppets, en daarom zijn hun ook de verbinding tussen ons en de machten, ze spelen hun rol. Ze verkopen een deel van zichzelf. Anders klopt dit niet. Dan zou je zien wat ze allemaal beloven in de campagnes. En kijk nu naar alle verkiezingsprogramma's. Wie zegt nu, op dit moment binnen zijn verkiezingsprogramma, dat we het totale financieel, monetair, economisch systeem moeten veranderen? Dat de banken eruit moeten zoals we ze nu kennen. Ik heb er wel één gevonden hoor. Maar als het gaat over de grotere partijen die nu zeg maar op het toneel zitten, hè, want zelfs zo'n Forum voor Democratie mag blij zijn als ze nu met één zeteltje aan mogen schuiven. Ja. Dus laat staan dat de partijen waar je werkelijk iets van mag verwachten, van grote veranderingen, die zitten onder het radar, die komen niet eens in beeld. Nee. Terwijl daar zitten burgerinitiatieven bij, die een heel zuiver programma hebben, wat ons werkelijk gaat dienen, want daar gaat het om. En potentie hebben, absoluut. En potentie hebben. Ja. Dus het is er allemaal wel vanuit de burger, vanuit de burgerbeweging, zou je kunnen zeggen. Volgens mij is het toevallig ook nog een naam van een club die werkelijk met de verkiezingen nu mee gaat doen. Ja. Die heet volgens mij ook de burgerbeweging. Burger is wel iets, ja. Maar als je dus dat soort programma's ziet, dan denk van wauw, die zouden eigenlijk die 140, 150 zetels moeten hebben. Want dan krijgen geen aandacht. Dan krijg je dus een werkelijke vertegenwoordiging van ons. Ja. En dan ga je werkelijk naar een dienstbaar systeem. Een systeem voor ons allen. Hè? Maar dat is er niet. Waarom? De huidige machten die geven geen spaan mee en manipuleren alles op zo'n manier
dat er eigenlijk helemaal in de bodem, er verandert helemaal niks. Via de media, want wat ik al zeg, ze krijgen geen aandacht in de mainstream. Dus men weet niet eens van het bestaan van die partijen waar je het nu over hebt. En dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak. Het komt een beetje hier en daar, lokaal. Ja. Een ditje en een datje. Ze hebben niet, zeg maar, de middelen om door te breken. Want dan heb je niet alleen draagvlak nodig, je hebt ook geld nodig. Je hebt de relaties nodig om in te breken in die mainstream. Ik heb inmiddels gehoord dat er meer dan 18 miljoen mensen het interview hebben bekeken. Dat hebben ze wel ook bij mij een beetje geprobeerd inmiddels, hoor. Om mij af te breken en te proberen te bewijzen dat ik een leugenaar ben, een fantast, en nou, noem het hele scala maar op van wat je allemaal kan verzinnen, om maar niet die waarheid te aanvaarden, want ik spreek de waarheid. Hallo, ik was gewoon topcrimineel, ja? Hoe slecht wil je dat ik mezelf vertel dat ik slecht was? Hoeveel willen de mensen nog hebben om eens een keer te zien wat er is hier op aarde? Want als we het dan toch een keer allemaal op straat moeten gooien. Want de mensen blijven maar zitten waar ze zitten. Hè? Dat is het. Hè? De goede mensen. Het zijn niet de slechte mensen. Dat zijn er maar een paar. Slechte mensen doen hun ding. Maar het zijn de goede mensen wereldwijd die niks doen. Al heel lang. Wereld, sta op, gaat onderzoeken. Organenhandel. Kinderen. Hoor je niemand over. Niemand doet wat. Hoeveel shit willen jullie nog hebben van mij? Vertel me dat ik een leugenaar ben. Ga maar eens naar jezelf kijken. Wie zit hier nu te liegen? Jij, jijzelf. Jij wil geen wereld zien die er is. Na deel 1 van ons interview is er wel heel veel gebeurd. Het ging wereldwijd viraal. We hebben inmiddels een Spaanse ondertiteling, Fins, Frans, Italië heeft het uitgebracht. Het is echt ongelooflijk. Ja. Hoe is het met jou gegaan daarna? Ja, ik heb dit nog nooit eerder in mijn leven meegemaakt. Het zat ook niet echt in mijn beleving om te denken van dat dit zou gaan gebeuren. Ik was eigenlijk met iets heel anders dit aangegaan. Mm-hmm. En misschien is het goed om dat toch even te vertellen. Ja. Ik heb een heel zwaar en heel heftig leven meegemaakt, zeg maar, tot nu toe. Mm-hmm. Wat zich heeft gesplitst in een één leven en een twee leven. Het werkelijk doodgaan. En ik heb eigenlijk de laatste 2,5 jaar voor mezelf besloten om de trauma's die ik heb opgelopen in mijn leven, en dat zijn er nogal wat, om daar wat mee te gaan doen, want ik liep vast. Opnieuw? Ik liep vast in mezelf, ja. Dus ik heb het geluk gehad om een specialist te kunnen omarmen, die juist trauma verwerking kan begeleiden. Mm-hmm. En daaruit ben ik stapjes gaan maken die ertoe hebben geleid dat ik uiteindelijk het ook wilde delen voor het publiek, zoals we nu hebben gedaan. Dapper. Dat is een stuk verwerking, maar het heeft ook alles te maken met mijn nieuwe leven, wat inmiddels al een kleine 22 jaar aan de gang is. Hè? Ik ben een positief leven begonnen. Ik ben een sociaal-maatschappelijk ondernemer geworden.
En ik ben heel begaan met het leven. En ik zag, vooral vanuit Nederland, want Nederland is zeg maar een land waarin nogal in hokjes wordt gedacht. En waar vaak ook een cultuur zeg maar voortdijt vanuit een stuk onwetendheid, maar ook vooral vanuit angst. En ik zag hem al komen, want de manifestaties waar ik nu mee bezig ben in mijn leven, die worden dusdanig groot, wereldwijd, gedragen door de mens, dat ik hem al aanvoelde komen. Als ik niet schoon ben in mezelf en niet schoon ben buiten mijzelf, dan ken ik de Nederlanders in zijn mentaliteit helaas te goed. Als iets mooi wordt en iets succesvol wordt, dan moet het kapot. Dat is ongeveer de traditie in Nederland. Mm-hmm. Er zijn weinig dingen die in Nederland worden bewierookt. Ja, als ons voetbalteam de wereldkampioenschappen wint, dan zijn we allemaal blij en dan is het positief. Maar als het gaat om werkelijke dingen die voor ons goed zijn, dan word je vaak afgebroken. En ik dacht van, als ik van binnen via de traumaverwerkingen steeds schoner word, steeds steviger word, steeds krachtiger word, net als de manifestatie buiten mij, dan gaat het moment ook komen dat de Nederlanders die nare neiging weer gaan vertonen van we maken het af. En dan kan je beter maar je straatje volledig schoonmaken, alles helder maken, waar je vandaan komt. Dan kunnen ze daar verder niks mee doen, want het gaat uiteindelijk niet om mij. Het gaat om de manifestatie, want zo gauw een manifestatie gerealiseerd is, ga ik weer wat anders doen. Dus op die manier ben ik erin gaan zitten om het van mezelf uit te krijgen. Het heeft me enorm opgelucht, het heeft me enorm bevrijd. Het was werkelijk een bevalling. Ik vond het ook heel heftig. Ik moet zeggen dat ik wereldwijd heb gezien wat er is gebeurd. Ik heb inmiddels gehoord dat er meer dan 18 miljoen mensen het interview hebben bekeken. Ja. Deel 2 weet ik trouwens niet hoeveel dat er zijn, maar van deel 1, wat al eerder uit was gekomen, al meer dan 18 miljoen. Deel 2, wie weet nog meer of hetzelfde. Dat ging natuurlijk niet meer alleen over mij, maar ook over de huidige machtsstructuren hier op aarde, het financieel stelsel, dat de mensen dat ook eens moesten weten. Maar dat dit zou gebeuren had ik niet verwacht. Nee. Ik had het ook niet gehoopt of zo. Het was meer voor mezelf en voor hetgeen wat ik aan het creëren ben. Want ik heb te maken met heel veel mensen om me heen. Ik heb al 5000 mensen in een manifestatie om me heen staan. In 5 verschillende landen. Ik draag daar een stuk verantwoording over omdat ik ooit een initiatie ben begonnen. Een manifestatie ben begonnen. Later zullen we het misschien ooit nog eens over hebben waar dat over gaat. Maar ik had zoiets van, het zal niet zijn door mijn verleden, door mijn donkere periode, dat ze er straks weer gehakt van gaan maken. Nee. He, want vertrouwen, dat komt te voet in Nederland en het gaat te paard. He, allemaal angst hoor, maar goed. Mensen weten ook niet waar ze het precies over hebben. Waar komt dat vandaan? Heb je het nu over dat in mensen zelf zit? Of is het echt een hogere machtsstructuur die dit bewust bewerkstelligt? Dat men kapot maakt wat goed is. Ik heb, ik geloof al in deel 1 en anders was het in deel 2. Maar ik heb ergens jullie al gewezen en het wordt bijna een reclamespotje. Op de protocollen van Zion. Ja. De protocollen van de wijze van Zion. Mm-hmm. En ik blijf erbij dat als mensen dat nou eens gaan lezen, dat ze beter snappen waar ze zelf in zitten. Nu heb ik al reacties gekregen van mensen die het werkelijk zijn gelezen en ze waren overwhelmed. Ja. Echt, ja. Van wow. We zitten letterlijk in een tijd wat daar staat geschreven, terwijl dat al een oud document is. Mm-hmm. Dus steeds meer mensen beginnen te snappen waar alle reacties van onszelf ook vandaan komen. Want we praten over een matrix. Ooit is er een film van gemaakt, ja. Het werd zelfs een trilogie, 3 stuks. Ja. En dan denk ik van, wauw, het is maar een filmpje, maar het laat zo zien waar de meeste mensen in zitten, in een soort van droom, die niet de werkelijkheid is. Mm-hmm. En je zal maar in die droom zitten. En dan kom ik met een verhaal. Dat is gebeurd. Ik moet zeggen, voor zover ik het weet, meer dan 95, 96%, een grove inschatting, is
overwhelmend positief. Het is ongelooflijk positief. Ja. Weet je dat er zelfs voor jullie gebeden wordt wereldwijd? Ja. Dat er teams geformeerd zijn om jullie te ondersteunen, om je werk verder te gaan doen? Ja, het is mooi. Het is ongelooflijk wat er is gebeurd. Ja. Aan de andere kant hebben we ook gif zien komen, het arsenicum. Hè? De biologische maaltijd was de reactie met een beetje arsenicum erin om het kapot te maken. Ja. Het is vaak een energetisch mechanisme, wat soms dat de mensen niet eens in de gaten hebben, door hun heen werkt, op hun angsten werkt. Mm-hmm. Want als ik de waarheid spreek, dan zou het zomaar kunnen dat de wereld en de werkelijkheid waar ze nu in zitten, de comfort, gaat wankelen. Afbreekt, ja. En dat is eng. Ja. Want verandering is eng. Ja. Dus je hebt al angsten, je krijgt er nog angsten bij. Dan is het veel makkelijker. Dat hebben ze wel ook bij mij een beetje geprobeerd inmiddels, hoor. Om mij af te breken en te proberen te bewijzen dat ik een leugenaar ben, een fantast, en nou, noem het hele scala maar op van wat je allemaal kan verzinnen, om maar niet die waarheid te aanvaarden, want ik spreek de waarheid. Dit is waarom ik getrouwd ben met een vrouw, al meer dan 10 jaar, hierom. Ik zeg wat ik zeg, ik doe wat ik doe, en het klopt. Want ik heb daarin niet zoveel te verbergen. Ik heb een stukje te verbergen over mijn oude leven, mijn eerste leven. Dat is puur bescherming van mezelf, maar ook van vele anderen. Maar in de laatste 22 jaar dat ik terug ben gekomen en werkelijk ben geworden wie ik ben, kan je me alles vragen. Ja, want dat maakt het moeilijk wat je nu zegt. Je kunt die dingen niet vertellen ter bescherming van jezelf en van anderen. Ja. Kan ik heel goed begrijpen. Maar heel veel mensen vinden daarin een argument om te zeggen dat je een fantast bent. Dat het niet waar is wat je zegt en dat je blijkbaar een andere agenda hebt. Hoe kijk je daarnaar? Wat kun je daarover zeggen? Ja, dat snap ik heel goed. Ik bedoel, wat zij vragen, dat is, ik heb iemand gehad die zei, joh, geef even een cv. Ja. En dan kijk ik daarnaar en denk van, jongen, hoe kan je zoiets vragen? Ik bedoel, ik kan, ten eerste, ik heb geen cv, ik ben altijd zelfstandig ondernemer. Maar hoe kan ik nou een cv gaan schrijven over mijn eerste leven? Dat zelfstandig ondernemen, ook in de auto's, ook in de textiel, hè, de damesmodellijn, in de import-export, dat waren de toplagen. Denk je nou werkelijk dat ik toen de tijd een heilig boontje was? Hallo, ik was gewoon topcrimineel, ja? Hoe slecht wil je dat ik mezelf vertel dat ik slecht was? Mm-hmm. Moet ik zeggen dat ik een moordenaar was die ik niet was? Nee. Ik bedoel, wat willen ze dat ik daarover vertel? Ik kan niks vertellen. En het is heel simpel. Alles wat ik vertel voor de mensen die nog leven, die trek ik mee. Eigenlijk komt het erop neer dat het over, uit en sluiten is. En dat allemaal om te bewijzen dat iets is wat is. Mensen kunnen ook eens gaan kijken naar de wereldwijde onderzoeken en getuigenissen die er al zijn. Want ik ben niet de eerste, hoor. Nee. Het is nog veel erger. Dit is van alle tijden. Er is ooit een rebel geweest. Het was een timmerman. Ja, die deed hier op aarde wonderen. Die vertelde wie die was. De zoon van de Allerhoogste. Ja, die deden wonderen. Hè? En nog geloofden ze hem niet. Nee, weet je wat hij was? Van de duivel. Het was een satanist. Ja? Ja. Hoeveel willen de mensen nog hebben om eens een keer te zien wat er is hier op aarde. Mm-hmm. Hoeveel? Mm-hmm. Hoeveel? En ik snap allemaal waar ze het over hebben. Natuurlijk, ik snap het. Hun kunnen niet snappen waar ik het over heb, omdat het niet een onderdeel is van hun leven. Dat kan niet. Dat is hetzelfde met het breekpunt waar jij dan naar vroeg, wat voor mij heel erg lastig was. Ik ben uitgenodigd. Denk je nou werkelijk dat ze zeggen, hé, Ronald, we hebben een feestje, kom, even kindertjes hakken? Nee, zo gaat het natuurlijk niet. Waar haal je het vandaan? Ja. Dat is een heel zorgvuldig traject waarin twee van mijn collega's, die in de inner circle waren gestreden, die mij uitnodigden om ook in de inner circle te stappen. Ja. Want ik zou nog meer macht krijgen, nog meer kracht.
En dat was een vertrouwensrelatie die ze op een lange termijn hebben opgebouwd met mij. En ze dachten dat ik er wel klaar voor was. Mm-hmm. Hoe konden hun nou weten dat daar mijn trigger zat? Dat was helemaal de bedoeling niet. Dus het is onzin om te denken dat ik dus gewoon op een zaterdagavond, net als iemand gaat stappen, even in een slagpartij beland met kinderen. Dat zijn de beelden die de mensen daarbij gaan halen. Terwijl voor mij de uitnodiging, de waarheid daarover, was al de shock die ik niet aankon. Nee. En dan hebben we het puur over een inner circle vanuit een religie die ziek is. En dat vinden we dan allemaal schokkend. Maar dan heb ik een andere. Het gaat ook over kinderen. Want als we het dan toch een keer allemaal op straat moeten gooien. Want de mensen blijven maar zitten waar ze zitten. Hè? Dat is het. Hè? De goede mensen. Het zijn niet de slechte mensen. Dat zijn er maar een paar. Slechte mensen doen hun ding. Maar het zijn de goede mensen wereldwijd die niks doen. Al heel lang. En daar ben ik een beetje boos op. En terecht. Want ik was nog in mijn jeugd. 15 tot 20 jaar. Via familie. Kreeg ik verhalen, eerste lijn te horen, van verpleegkundigen. Die waren uitgezonden op missie naar India. Om daar ontwikkelingswerk te doen. Die mensen, ik ga me proberen te beheersen. Die mensen, die waren na 4-5 jaar afgebrand, volledig getraumatiseerd, verpleegkundigen, terug in Nederland. Niemand mocht het weten. Maar waar ging het om? Kinderen. Weer. Elke keer kinderen. Organenhandel. We vinden het maar normaal dat er een kindje wordt gered. Maar waar komen die organen vandaan? En die kinderen leven nog op het moment dat ze de organen eruit halen. Die verpleegkundigen trokken het niet meer. India. Ik weet niet of het nu nog zo is. Wereld, sta op, gaat onderzoeken. Organenhandel. Kinderen. Hoor je niemand over. Niemand doet wat. Die sataniste fuxen. Dat is nog maar een klein zielig groepje. Organenhandel, wereldwijd. De god Mammon. Hoeveel shit willen jullie nog hebben van mij? Ik hoor nu verhalen met processen erbij in Engeland. Dat jonge meisjes massaal worden verkracht. Dat de daders worden vrijgesproken. We beschermen onze eigen kinderen niet. Wat is dit voor een zieke wereld? Het is onze toekomst. En ik kan ervan getuigen, begin bij het beschadigen van de kinderen, van jongs af aan, en je wereld wordt nog zieker. Het is een boterbriefje voor de derde wereldoorlog en totale vernietiging van de mensheid. Als wij zo doorgaan, zoals nu doorgaan, met onze jeugd, met onze kinderen. En dan vertellen ze dat ik een leugenaar ben. Een fantast. Kijk om je heen, word wakker. Je hebt mij niet nodig. Je hebt mij niet nodig. Helemaal niet. Ik ben misschien dan zover, eindelijk in mijn leven, hè, na al die therapieën en al die verwerkingen, dat ik eens een keer opsta voor de kinderen. Want ik geef erom. Heel veel. En je bent het zelf geweest? Ja. Je weet hoe het is? Ja. Maar hebben ze ook 2 jaar helemaal uitgewoond. Hè? Ja. Toen was ik met mijn vader klaar. Toen werd ik via de Raad voor Kinderbescherming, werd ik in een opvanghuis geplaatst. Voor mij te beschermen. Toen kreeg ik 2 jaar lang zogenaamd liefdevolle verzorgers. Ja. Ik wist niet eens wat het was, seks. Ik wist het niet eens. 2 jaar lang. Dan schreeuw je om je papa en je mama. Terwijl je eigenlijk uit de hel komt. Maar dat nog liever als dit. Ja. Ik weet waar het over gaat in deze zieke wereld, want ik heb het allemaal zelf doorleefd. Vertel me dat ik een leugenaar ben. Ga maar eens naar jezelf kijken. Wie zit hier nu te liegen? Jij, jijzelf. Jij wil geen wereld zien die er is. Ik had beloofd vandaag mijn emoties te bewaren, om het lekker monotoom te houden zoals het hoort. Maar ik kan het niet. Ik ben wie ik ben. En ik ben zo begaan met het leven, dat is mijn missie. Dat is mijn missie geworden, mijn levenstaak. Een goed beheer van al het leven. Dat is mijn missie. Voor de kinderen. En die trigger had je nodig? Ja. Ja. Daarom ben je waar nu. Ik heb verder geen boodschap aan al die mensen. Ik snap ze.
Ik begrijp ze, maar ik vraag ze alsjeblieft. Kijk eens in jezelf. Waarom triggert het jou als je mij ziet en mij hoort en met alles wat ik je te vertellen heb, wat gebeurt er in jezelf? Wat wordt er aangeraakt? Waarom kom je in verweer? Waarom kom je in de ontkenning? Waarom vind je het nodig vanuit je hoofd om mij af te branden? Want we hebben het er nu over. Een klein deel vond dat nodig. De massa niet. Maar een klein deel vindt dat nodig. Wat is er? Wat is er in jezelf dat je dit moet doen? Ga daar eens naar kijken. Wees eens eerlijk naar jezelf. Wat is je agenda? Wil je nou werkelijk dat de mensheid volledig altijd maar in dualiteit blijft? Of wil je dat we eens een keer samenkomen? Want dat kan. Ik ben er al mee bezig. Het wordt steeds groter. Het is een virus wat ze niet meer wegkrijgen. Het is een virus van onvoorwaardelijke liefde. Dat is wat we aan het verspreiden zijn. Waarin je niet hoeft te bewijzen wie je bent, maar gewoon zijn. Ik ben wie ik ben en ik heb voor de lol nu jullie mijn paspoort gegeven, dat je helemaal kan kijken. Nou, je kan er nog mee naar speciale diensten. Dan kun je nog kijken of het misschien niet een falsificaat is. Hè? Maar hallo, ik ben er gewoon en ik sta. Je zegt, je hebt geen cv, ook van je verleden. Nou, je geeft heel duidelijk aan waarom dat is en hoe dat zit. Toch zijn er natuurlijk een aantal vragen gerezen na het eerste interview, vooral. Ja. En de vragen die ons bereikt hebben zijn bijvoorbeeld, wanneer werkte Ronald dan op de beurs? Want het is nergens terug te vinden. Nee, er is over mijn hele eerste leven weinig terug te vinden. Eigenlijk over mijn tweede leven ook niet zoveel. Ik ben niet het typetje wat, zeg maar, net als de hele kudde zich op het internet begeeft. Hè? Ik bedoel, de meeste mensen hebben iets met privacy. Maar in de tussentijd zie ik ze alles, maar dan ook echt alles op internet delen. Uit het niveau waarin ik heb gespeeld en waar ik uit kom. Als je die kringen zou willen onderzoeken, dan zou je eigenlijk niks vinden. Wij komen niet voor op internet. Ik heb uiteindelijk als lolletje, omdat ik was met een manifestatie bezig die het nodig had om ook op internet te zijn, heb ik samen met mijn partner, hebben we in 2008 de familie Blij opgericht. En het leuke was, de gedachte erachter was, als je met elkaar een familie gaat worden, dus bedrijfjes, ondernemers, particulieren, je verenigt elkaar in één familie, dan kan je een manifestatie organiseren, zoals ik ook altijd werkte in het sociaal-maatschappelijke, met elkaar, het van, voor en door elkaar. Nou, en als je dan lid werd, dat hadden wij bedacht, als je dan lid werd van de familie Blij, dan kreeg je de kans om de adoptieve naam Blij achter je eigen naam te zetten. Aha. En ik werd lid, en met mij al vele anderen, want je vindt ze wel terug hoor op internet. Die hebben dus de kans, als ze dat wilden, de kans gehad om bijvoorbeeld, bij mij is Ronald Bernhard, dus dat werd dan Ronald B. Blij. Aha. Nou, dus op die manier heb ik onder pseudoniem een account aangemaakt om op social media, in Facebook en LinkedIn, een account te hebben om dus de manifestaties waar het daar om ging, hè, nieuwe organisaties, te kunnen hosten. Want zonder privéaccount kan je er niet op. Dus ik kwam op, misschien is een heel klein artikeltje, verdwaald artikeltje van een ander project, kwam ik gewoon niet op internet voor. Mijn vrouw komt ook niet voor op internet. En er zijn velen in mijn kringen die niet voorkomen op internet. Want wij hebben niet de behoefte om onze hele privacy en ons hele hebben en houden op internet te zetten. Dat is ons goed recht. Ja. Dus er is niet zoveel op ons te vinden. Aan de andere kant, dat is dan weer het grappige, als je de massa ziet op internet, hè, iemand meldt zich aan of wat dan ook, tikkidikkidikkidik, via Facebook, weet ik wat allemaal, tot aan hun kinderen, alles, maar dan ook echt alles, hun geboortedatum, wat ze die dag doen, hoe het kind heet, wanneer het geboren is, je krijgt alles van de mensen te weten via internet. Moeten ze zelf weten? Bezit maar, van de overheid. Wat is het? We zijn bezit van de overheid. Ja, alleen we werken er wel heel erg aan mee, hè? Ja. Ik bedoel, ze hebben het allemaal over hun privacy, maar ze gooien alles op straat. Nou, wij zijn niet zo. En wij doen dat ook niet.
Dus je zal niet op internet veel over ons vinden. Maar over die cv, want cv is toch wel een thema geworden in Nederland voor sommige kringen dan. Ik wil nogmaals herhalen, ik heb namelijk een correspondentie gehad met een meneer. Ik heb aangegeven, ik heb geen cv, want ik ben mijn leven lang zelfstandig ondernemer. Ik heb nooit bij mezelf hoeven solliciteren. Tweede wat ik heb aangegeven, ik ga nooit een cv schrijven over mijn eerste leven. Dat heeft ook helemaal geen zin. Want alles wat ik daarin schrijf, zijn aanwijzingen, ja, naar de diepere lagen. Want alles wat ik deed, officiële bedrijven, had ook een onderlaag. Ja? Zeg maar, heel veel wat het daglicht niet kon verdragen, speelde zich af in die onderlagen. Ik ben niet zomaar in de financiële wereld beland. Ja, dat heb ik misschien niet ver genoeg uitgediept in het eerste deel. Maar je komt niet zomaar aan een zetel. Het is niet zo van, och, hè, er is een zeteltje te koop. Het is allemaal vrij naïef om dat te denken. Dus om te voorkomen dat er vanuit die periode, hè, want we praten over, weet je, je praat over een periode van 1982, ik moet goed terug gaan graven, 1982 tot en met einde 1994. Dus je praat over 12 jaar dat ik bezig ben geweest, tekeer ben gegaan in allerlei vormen als zelfstandig ondernemer met onderlagen die het daglicht niet konden verdragen. Daar hangen heel veel belangen aan van heel veel mensen. Ik ga dat nooit kenbaar maken. Ik kan trouwens ook niet, bijvoorbeeld mensen die mij hebben gemarteld. Dacht je nou werkelijk dat ik die kon opbellen? Ja, dat gaat niet eens. Maar stel, hè, want we moeten allemaal getuigen hebben. Denk je nou werkelijk dat die mensen zeggen, ja hoor, dat klopt. Ik heb hem die behandeling gegeven, die behandeling. En denk je nou werkelijk dat mensen die met mij wissels maakten om landen kapot te maken, dat die allemaal zeggen, ja natuurlijk, dat deden wij, we vonden het leuk. Nee, dat gaat ook niet. Er is niemand in mijn kringen die het gevoel heeft of de behoefte heeft, als ze nog leven, om daarover te getuigen. Ik kan nog wat erover vertellen. Toen ik gecrashed ben, opnieuw tot leven ben gewekt. De huilende moeder. Ik ben daarna meer dan een jaar in diverse privéklinieken gekomen om te herstellen. Die hadden beroepseed, geheimhoudingseed. Uiteindelijk, naarmate ze zagen wat er aan interne verwondingen ook waren, gewoon eigenlijk alles met mij, begonnen ze zich af te vragen wat er allemaal gebeurd was. Het blijft een lastig stuk gewoon. Je moet het maar eens meemaken. Ja? Het is een beetje hetzelfde als dat je nu heerlijk in Syrië zit. En de helft van je gezin aan flarden wordt geschoten. Je hebt er echt last van. Dat duurt heel lang om trauma's te verwerken. Zeker. Maar ja, het is toch niet echt, hè? Jongen, wat een hufters. Ja. Maar goed, ik vind het echt hufters. Maar goed, ik weet, de troost is, alles slaat terug. En ze zitten zelf in een tekort. Ze slaan, alles slaat terug. Want ik heb geen wroeging, ik vind het gewoon huftersgedrag. En ik snap het allemaal. Ze moeten bij zichzelf te raden. Ja, want daar is nog een hoop te helen. Maar als het gaat om het herstel, toen werd er dus vanuit artsen gevraagd wat me allemaal was overkomen. Toen ben ik, net als nu, de waarheid gaan vertellen. Weet je wat ze deden? Ze huurden, of riepen, allerlei specialisten in, die psychiaters, psychologen, iedereen moest in mijn hoofd gaan kijken van, dit kan niet waar zijn. Hè? Je vertelt een film, de fantast. Ja. Toen heb ik uiteindelijk, want ze hadden heel veel diagnoses gesteld, en kreeg er eigenlijk humor in. Ik denk, goh, dat zijn allemaal van die zeer geleerde knappe koppen, allemaal van die professoren, die allemaal diagnoses op me stellen, terwijl ik gewoon de waarheid zit te vertellen, maar niemand gelooft me. En toen heb ik toestemming verleend om een paar dierbaren, die echt vanuit de dichtste kring bij mij zaten, vertrouwensrelaties, heb ik toestemming verleend om hun te gaan interviewen. Een paar weken later, ik zie de witte jasjes met de mapjes nog beteuterd binnenkomen. Sorry Ronald. We kunnen je niet helpen. Je trauma's zijn zo ernstig
Dat kunnen wij niet. Zo. Eindelijk geloofde iemand mij. Mensen kennen de wereld niet waar ik uitkom. De meeste niet. Nee, die is ook relatief klein. Ja. Ten opzichte van de Matrix, hè, waar iedereen in leeft. Ja. Het is een beetje als in die film. Dat waren er ook niet zoveel die er buiten leefden. Maar die leefden in de werkelijkheid. The Wizard of Oz en zijn vriendjes. Ja. Achter het gordijn. Ja, sorry dat niet alles met de billen bloot kan. Ja. Ik heb niet alleen rekening te houden met mezelf. Kinderen gaat me heel erg aan, want ik heb ook reacties gehad van ja, je had naar de overheid moeten lopen, dit en dat. Je moest eens weten wat ik met die overheid uit te staan heb gehad. Die overheid dient ons helemaal niet. Nee. Ja? En wat had ik dan moeten zeggen? Ja, ze hebben me uitgenodigd. Voor wat dan? Waar zijn de bewijzen dan? Die zouden me dan in één keer wel geloven, terwijl mensen me niet geloven. Er komen nu toch ook geen reacties? Het is overal terecht gekomen, ook bij de overheden. Het is heel ernstig, want waar ik over praat is al lang geleden. Maar als ik zie wat er, nou dagelijks wil ik niet zeggen, maar toch wel heel regelmatig allemaal in het nieuws komt. Wat er met kinderen gebeurt, hè. Het gaat niet alleen over kinderoffer of kindermisbruik of donorhandel, hè, organenhandel. Het gaat over zoveel meer. Mm-hmm. Het gaat over zoveel meer. 17.000 kinderen per dag sterven alleen al aan honger en dorst. Ja. Zijn we helemaal van beton geworden met z'n allen? Wat is er in deze wereld mis? Mij gaat het erg aan het hart. Daar zet ik me voor in. En dat zal ook gaan gebeuren. Want ik merk, dat is het mooie aan het verhaal, dat steeds meer mensen beginnen op te staan. Steeds meer begrijpen, wij zijn de verandering. We creëren zombies die niet eens meer uit het schermpje komen. Er zal een keuze gemaakt moeten worden. Die Matrix, die gaat werkelijk spelen. Op basis van het huidige vampiristisch systeem zijn we de aarde aan het slopen. We hebben straks geen eens een aarde meer waarop we kunnen leven. Nederland is het donkerste gat op aarde. Hieruit is bijna alle shit gebeurd, ontstaan. Het is dus ook onze taak om het om te draaien vanuit Nederland. Ze vroeg aan mij van, als je de wereld nou werkelijk wil veranderen, wat moet je dan veranderen? Toen zei ik het bankensysteem, het financieel monetair systeem. Nou, daar hebben we het in het tweede deel uitgebreid al over gehad. Ja. Ik heb al laten zien hoe de mechanismes in de basis werken. Daar kan iedereen kritiek op hebben, dan gaan ze maar lekker zelf onderzoek doen. Want het staat op de websites van de centrale banken en de BIS en alles. Het staat er nu gewoon op. Waarom? De waarheid wordt bij iedereen nu voor zijn neus gezet. De mensen moeten gaan kiezen. En dat moeten is echt een moeten. Niet kiezen is ook kiezen. Ja. Dat is de tijd waar we nu in zitten. De vrije wil is gerespecteerd, is wederom geheiligd.
Er beginnen zich nu twee sporen in het veld te laten zien. En er zal een keuze gemaakt moeten worden. Die matrix die gaat werkelijk spelen. Gaan we zelf staan? Gaan we weer zelf dingen ontwikkelen? Want waar we het ook over hadden met die verkiezingen. We geven onze stem weg, hè? We geven een ander het recht om voor ons te beslissen. Zolang we dat soort mechanismes in stand houden, wereldwijd, dan kiezen we ook, hè? Dan kiezen we voor hun programma. Dat is een slavenprogramma. Door erin mee te gaan en niet te reageren, niet op te staan. Ja. Dus ik zei dat toen in Frankrijk tegen mijn vrouw. Het is het banksysteem, het monetair financieel systeem. Toen zei ze, nou, dan kom je toch uit. Ik zei, ja, maar hoor even. Ik heb een belofte aan mezelf gemaakt dat ik er nooit meer terug in zou gaan. Nou, zegt ze, als het aan jezelf is, dan kan je misschien toch voor één keer eens een belofte breken. Want als ik iets zeg, dan doe ik het ook. En als ik een belofte maak, dan hou ik me er ook aan. Dus het was voor mij heel moeilijk. Maar ik heb het toch gedaan. Dus ik heb één belofte in mijn leven gebroken en dat was naar mezelf. Om in ieder geval dus dat mechanisme, het monetair systeem, het banksysteem, om dat terug in kaart te brengen. Dat model. En daar een gereedschap van te maken die zo aan te bieden is. Er worden nu allemaal gereedschappen ontwikkeld wereldwijd die de mensen worden aangeboden, ook op energie, op gezondheidszorg, financieel systeem. Wereldwijd beginnen de manifestaties te komen. Worden ons allemaal aangereikt om het anders te gaan doen. Want je hebt inderdaad nog steeds contact met mensen uit de bankwereld. Maar hoe reageren die op het verhaal wat jij naar buiten brengt? Nou, heel positief. Oh? Ja. Want ten eerste ik kreeg veel steunbetuig van mensen die nu nog steeds in die wereld draaien, in die oude wereld. Van, wow, jij durft te zeggen wat wij doen. Dat was er één. Die zitten dus ook gevangen, hè? Die mensen die willen eruit. Ja. Er zijn maar weinig bankiers die onafhankelijk zijn. Dat zijn de gekochten. Die weten overal van. Maar de meeste mensen binnen het banksysteem zitten net als iedereen gewoon aan een hypotheek met een gezin, diep in de schuld, afhankelijk van hun positie. Ik bedoel, het is allemaal niet zo zwart-wit, hè? Het is niet hun en wij of dat dualisme, daar moeten we ook eens een beetje vanaf. Dus die mensen die gniffelen in hunzelf en die hopen van, nou, als de mensen nu eens gaan opstaan en anders gaan kiezen, kunnen we eindelijk eens iets goeds gaan doen. He, dus je moet niet verwachten dat iedere bankier een held is die gewoon alles in zijn leven gaat offeren om een keer te vertellen wat er daar gebeurt. Nee, dus je bedoelt te zeggen, die zit op het puntje van hun stoel om het te vertellen, maar ze durven niet en ze wachten eigenlijk tot ze de steun krijgen van de bevolking. Ja, 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 want die zijn tot nu toe niet geïnteresseerd eigenlijk. Hè? Ik bedoel, waar heeft de gemiddelde mens het over? Nee, je hebt draagvlak nodig. Ja. Je mag niet verwachten dat iedereen een held is. Nee. Dus ja, zolang de mensen niet anders gaan kiezen, niet op gaan staan, blijft alles bij wat het is. He, dat is dus één. Ik zat in vergadering bij een ex-topbankier. En die man, die kreeg een bericht binnen op zijn mobieltje van een collega die er nog in zit. Die zegt, nou, wat denk je dat er nou is gebeurd? Een van onze oud-collega's vertelt zomaar lalila. En hij kijkt daar zo en hij zegt, Ronald, kijk eens wat ik binnenkrijg van een oud-collega uit de top. Geweldig. Hij zegt, ik zal hem even zeggen, ja dat klopt, hij zit nu bij mij aan de tafel. Nee, mensen die eruit komen, dat zou je verbazen, maar mensen die dus wel de moed hebben om er echt uit te komen, die springen in het diepe. Die hebben het vaak ook niet meer makkelijk. Die hebben ook steun nodig. Ook opvang. Als we daar allemaal met het kapmes naartoe gaan van jij bent een bankier. Hè? Want er zijn mensen, er zijn kinderen van bankiers die op school tijdens een spreekbeurt liever vertellen dat hun vader paaldanser is in een homobar. Als dat ze zeggen dat ze bankier zijn. Hè?
Ja, dat hoor je wel eens. Ja. Ja. Dus het is heel lastig voor heel veel mensen om ergens uit te komen als het volk zo zwart-wit blijft kijken en denken over alles wat er is. Hè? Dan komen er dan maar los. Dan is het vaak door crisis. En wat je ook ziet, dat is door dat vaak bankiers nu loskomen vanuit zelfmoord. Dat is ook een manier om eruit te stappen. Ja, ze vliegen van bankgebouw af, zonder vleugels. Ja, het zijn altijd ongelukjes, maar het is voor veel mensen heel heftig. Ja. Ik kan je eigenlijk zeggen dat ook in de toplagen, eigenlijk in alle lagen, zijn heel veel mensen die zitten te wachten op doorbraken, op steun vanuit de bevolking. Maar daar gebeurt niet zoveel. De mensen blijven maar hangen achter hun toetsenbordje. En het leven waar ik het over had, de pot bier of het wijntje of wat dan ook. Ach, we hebben het toch goed. Maar dat is ook bewust zo geprogrammeerd, zoals je vorige keer zei. Massapsychologie, ja. Manipulatie, ja. Propaganda. Maar dat ontslaat je niet, hè? Nee, dat klopt. Dat ontslaat je niet, want je hebt toch nog gevoel in jezelf? Ja. We zijn geen robots. Nee, ik denk zelf, als je bijvoorbeeld erg veel achter de televisie, voor de televisie zit, kan ik beter zeggen. Ja. Dan schijnt het zo te zijn dat je mee laat slepen of dat daar programmering vandaan komt, waardoor je ook dat gevoel, dat die intuïtie of ja. dat die macht kwijtraakt. Ja, de mensen hebben wel een heel groot machteloosheidsgevoel vaak. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, de beelden van Syrië zijn ons toch wel toegekomen. Mm-hmm. Daar hebben we het ook al over gehad, wat er allemaal achter zit. Ja. Weet je, ik weet het soms niet meer wat er allemaal nog moet gebeuren hier op aarde om de mensen in beweging te krijgen, want ze blijven maar zitten. En ik heb het niet over een gewelddadige rebellie of zo, nee, ik heb het over verbinding aangaan. Verenigen. Dus kijken wie we werkelijk zijn. Dat is namelijk het enige wat belangrijk is. Eenheid in diversiteit. Ik weet niet of ik het de vorige keer al verteld. Maar de metafoor erachter is, kijk naar je lichaam. Heb ik dat al verteld een keer? Over de celletjes in ons lichaam? Nee. Ons lichaam is opgebouwd uit allemaal celletjes. Natuurlijk, het heeft diepere lagen, maar het gaat nu om de celletjes. En elke cel is uniek en heeft zijn eigen functie en rol. Mm-hmm. En het werkt samen met al die andere celletjes. En op die manier maakt dat dit volledige voertuig. Mm-hmm. Een volledig lichaam. En wij op aarde, mensheid, elke mens is een uniek celletje. En als dat gaat werken zoals het lichaam gaat werken, krijgen we dus één grote manifestatie van een lichaam. Want ieder heeft zijn unieke capaciteiten, zijn unieke talenten. Het zijn vaak de dingen waar je blij van wordt. En dan kan je wel zeggen, ja, maar als ik die ga doen, dan heb ik geen inkomen. Ja, maar ho even, we zijn één geheel. Dat is geen utopie. We zijn één geheel. Alleen we geloven in de illusie dat we geen één geheel zijn, omdat we in het dualistisch programma zitten. Hm. Maar als we dat gaan durven, zoals ik het altijd in het mini heb gedaan met bijvoorbeeld 1000 man op een huisvestingsproject, dan zie je dat lichaam dus al ontstaan. Want ze hebben allemaal dezelfde ambities, dezelfde doelen en ieder zet zijn talent in. En dan blijkt het één lichaam te vormen wat elkaar perfect aanvult. En samen bouw je dan de meest onmogelijke dingen op. Althans, dat dacht men. En daar gaat het om. Ja. En dat besef moet er komen. Ja. Ja. En daarom is het mooi dat jij een verhaal doet. Ja, iemand zal het een keer moeten gaan doen hoor. En ja, ik wist ook niet waar ik aan begon. Ik wist het ook niet. Met alles trouwens. Al vanaf de buik. Het kindje wat op komst was. De toekomst. Toen wij dingen gingen besluiten samen, vanuit de familie, hadden we geen flauw idee waar we aan begonnen. Hadden we dat wel geweten, hadden we het ook echt niet gedaan, bij wijze van spreken. Want jongen, het is het zwaarste traject ooit. Maar we hebben het ervoor over. Wij willen straks, want dat houden van kinderen is zich enorm gaan uitbreiden. Wij willen elk kind hier op aarde straks in de ogen kunnen kijken.
en kunnen zeggen, kindje, wij hebben er alles aan gedaan, echt alles, om jouw toekomst, jouw wereld beter te maken. Want als we er niks aan doen, dan wil je straks niet meer leven. En dan vraag ik nu aan elke vader en moeder en aan ieder die van een kind houdt. Hoeveel hou je werkelijk van je kind? Hoeveel hou je werkelijk van je kind? Hoeveel hou je werkelijk van je kind? Ga daar maar eens over voelen. Nadenken niet. Denken maakt meer kapot dan je lief is. Ga voelen hoeveel je werkelijk houdt van je kind. Van die andere kinderen. Misschien ben je een opa, misschien ben je een oom, een tante. Het maakt me niet uit. Ieder heeft wel een verbinding met kinderen. Het zijn onze toekomst. Welke erfenis geven we nu? Op basis van het huidige vampiristisch systeem zijn we de aarde aan het slopen. We hebben straks geen eens een aarde meer waarop we kunnen leven. Dacht je dat al die vergiftigingen geen gevolgen hebben? Dacht je niet dat als we niks beslissen dat een derde wereldoorlog een gezellige uitstapje wordt? Want ze sturen erop aan hoor. Als het moet, als niemand beslist, komt er een keer een derde wereldoorlog. En dat is niet om angst aan te zaaien. Ga maar eens een klein beetje rondkijken in deze wereld wat er aan het gebeuren is. Ze hebben die kernwapens niet voor niks neergezet als museumstuks of wat dan ook. Alles wat de mensen gemaakt hebben, hebben ze tot nu toe gebruikt. Laten we hopen dat het zover niet gekomen. Dat de mensen anders gaan kiezen. Als het moet, gaan ze ze gebruiken. Want dan kiezen we wel. Na de Tweede Wereldoorlog wisten we het ook. Hè? Tweede Wereldoorlog wisten we het in één keer allemaal. Geen oorlog meer. Nee, we gingen de universele verklaring van de rechten van de mens omarmen. Ja, we gingen ervoor. Ieder mens op aarde, geen honger meer. Kleding, een baan, een dak boven zijn hoofd. Wauw, wat waren we in één keer positief met z'n allen. Het heeft niet lang geduurd of het was weg. En sinds de Tweede Wereldoorlog tot nu hebben we meer oorlogen gehad en meer slachtoffers gehad als die hele Tweede Wereldoorlog. Hebben we iets geleerd? Zijn we werkelijk tot ons hart gekomen? Zijn we werkelijk gaan voelen waar het om gaat? Zijn we werkelijk mens geworden? Zijn we werkelijk gaan staan? Zijn we van onze kinderen gaan houden? Ik zie het maar weinig. We geven onze kinderen rotzooi. Rotzooi. De hele jeugd wordt verpest. We creëren zombies die niet eens meer uit een schermpje komen. Stap nu in de trein. 80-90% van de mensen zit alleen nog maar in een schermpje. Is dit de wereld die we willen? Het is allemaal op basis van de vrije wil hoor. Dus het is nodig. Het is nodig. Ik ben zo blij dat jullie het aandurven om dit te doen. Jullie zijn echt goud waard. Ik hoop dat de mensen dat ook gaan beseffen. Dat de mensen beseffen dat jullie alles voor niets hebben gedaan. Geen inkomen hebben. Ja? Als er nu 16 of 18 miljoen mensen op aarde luisteren, hè, zou het niet eens een kleine moeite zijn om eens een keer 1 dollar of 1 euro of wat dan ook, symbolisch vanuit het hart aan jullie wat te geven, zodat je ook eens een normaal bestaan kan opbouwen, kan investeren in je teams. Dat je dit een podium kan geven voor de hele wereld. Van al die mensen die ook gehoord willen worden. Want sinds dat eerste interview krijg ik getuigenissen binnen. Ook van tandartsen die biologisch tandarts zijn geworden. Die de hele farmaceutische industrie over hun heen hebben gehad. Financieel kapot zijn gemaakt, met leven bedreigd. Ze knokken nu nog steeds voor hun bestaan. Misschien willen die ook wel eens een keer spreken. Laat ze maar komen. Ja, en zo, ik heb een vrouw gehad. Die runt nu een therapeutisch bureau voor topmanagers. Topmanagers, vrouwen. Je wil niet eens weten wat die allemaal hebben meegemaakt in hun leven. Vanuit hun jeugd. Aan misbruik. Mishandelingen. Dit is de reden waarom ze in de top zitten. Ze kunnen alles uitschakelen. Net als ik. Soms. Mij lukt het niet zo vaak meer. Want dan ga ik weer. Maar door zich keihard op te stellen, komen vrouwen in de top. Ik heb getuigenissen gekregen van een vrouw die tot haar 13e in satanische kringen misbruikt is. Er is zoveel pijn, er is zoveel verdriet, er is zoveel leed in Nederland. Het is ongelooflijk, maar ja, je zit ook in het grootste zwarte gat van het universum. Hè? Ik weet niet of je dat weet, Nederland is het donkerste gat op aarde. Hieruit is bijna alle shit gebeurd, ontstaan. Het is dus ook onze taak om het om te draaien vanuit Nederland.
als ik de getuigenis mag geloven van de Dalai Lama, of hoe die man ook heet. Vrienden van mij zijn 2 keer naar zo'n congres gegaan dat hij in Nederland was. De Dalai Lama, of hoe die man ook heet, want ik kan het nooit zo goed uitspreken. Dalai Lama. Die heeft gezegd, de transitie, de grote veranderingen op aarde gaan ontstaan vanuit Nederland en de wereld over. Ik ben ervan overtuigd. Ik moest toen erg lachen. Ik denk, wat zwetst die man nou? Maar het begint wel duidelijk te worden dat die man een vooruitziende blik heeft gehad. Mm. Het moet hier opgelost worden. Hier is alle shit begonnen en hier zal het ook eindigen. En van hieruit zal ook het goede ontstaan. The Dutch Vision Movement. Ja, maak dat er maar van, ja. The Dutch Vision Movement. Ja, absoluut. Doe maar. Want het is zo hard nodig. Wij waren verantwoordelijk voor de slavernij, hè? Wij hadden de eerste cocaïnefabrieken op poten gezet. Wat dacht je van onze oliemaatschappijen? De Bilderberggroep. De delta's van Nigeria. Totaal verwoest. Inclusief de mensen. Onze oliemaatschappijen. Kunnen een zwarte bladzijde 1000 keer omslaan. En we komen nog steeds geen witte bladzijde tegen. Onze VOC. Indonesië, hoeveel moet je er hebben? Het is afschuwelijk. We zijn hem hier aan het schrijven. We zijn meesters in het creëren van innovatie. Maar we hebben het een beetje verkeerd gebruikt. Een van de vragen die bijvoorbeeld gesteld is, is waarom leeft hij eigenlijk nog? Want dat zou betekenen dat hij bescherming krijgt vanuit de wereld waar hij over spreekt. En ja, dat riekt naar een soort controlled opposition. Hoe zit dat? Ja, ik heb hem ook gehad. Oké. Okay. Nee, het is heel begrijpelijk vanuit de wereld die we kennen. Ik bedoel, als je iets doet tegen bepaalde machthebbers, dan schromen ze er niet voor om een land in te vallen. Hè? Mm-hmm. Vaak gaat het dan ook om monetaire zaken, zoals Gaddafi. Die had op een bepaald moment een gouden dinar en nog een aantal zaken en toen zijn ze zijn land ingevallen en Gaddafi werd om zeep geholpen. Dus ze schrikken niet ergens voor terug om mensen koud te maken. Dus ik snap heel goed dat die vraag gesteld wordt. Want hetgeen waar ik uitkom is een hele heftige wereld. Maar ik had een contract getekend, dat heb ik ook in deel 1 volgens mij gezegd. Mm-hmm. En dat is voor het leven. En waar ik het heel even toen over heb gehad, dat is in mijn afbouwperiode, hè, dat ik dingen ging weigeren, dat ik ging rammelen, dat ik toen ook ben meegenomen. Nou, toen had jij het nog over, nou, misschien zijn er nog allemaal programma's in me gestopt. Mm-hmm. Nee, dat niet. Maar hetgeen wat ik toen allemaal heb meegemaakt aan behandelingen, aan martelingen, dat had tot doel om te bekrachtigen, er zeker van te zijn, dat ik ook werkelijk zou zwijgen de rest van mijn leven. Dat was één ding wat heel duidelijk naar voren kwam van, denk niet dat je hiermee wegkomt, op geen enkele manier. En wat mij toen ook heel erg duidelijk is gemaakt, want ach, als het om mezelf ging, was nog te overkomen. Maar wat me ook duidelijk werd in die behandelperiode, en dat is nu erg moeilijk voor te stellen voor wie dan ook, maar als je er eenmaal in zit, nou, dan snap je wel waar ze het over hebben. Dat is dat het niet alleen over mij ging, maar ook over je bloedlijnen. Dus het ging ook over je vrouw, over je kinderen en noem alles maar op. Alles zou een ongeluk kunnen krijgen of wat dan ook. Ja, dus dat was al veel zwaarder geschut wat erin werd gebracht. Het enige wat ik daar tegenover heb gesteld, want het is krankzinnig om te zeggen, maar ondanks alle martelingen zat er ook een soort van handjeklap in. Ik kon namelijk vertellen dat ik ook nog een dossier had opgebouwd. Met gevoelige informatie, want ik ben ook niet achterlijk. Ik wist op welk niveau ik speelde. Je levensverzekering dus. Ja. Ja, dat heeft dus ook bijgedragen tot handjeklap. Hm. We zijn niet als vrienden uit elkaar gegaan, dat kan je niet stellen. Ze hebben me echt helemaal verrot gemaakt. Nou ja, het laatste tikje heeft mijn lichaam zelf gegeven, ik overleed. Maar er was nog meer. De ondernemingen die ik dreef, die waren onder constructies. Offshore constructies. Het was een van de specialiteiten om het op die manier te doen. Waar ze me ook toe hebben bewogen, althans gedwongen, ik bedoel, wat had ik nu eigenlijk nog voor keus? Dat is afstand doen van je bedrijf en je vermogen. Het officiële, opgebouwde.
Dus alles wat ik zeg maar zo gezegd via hun had opgebouwd, werd linea recta eigenlijk, nou, lever de sleutels maar weer in. Dus ik kon in die zin ook geen kant meer uit. Dat is allemaal in die periode gebeurd. Ik ben losgelaten, uiteindelijk. Ik ben nog doorgegaan met afbouw. Ik ben, nou, dat had niemand kunnen voorzien, ingestort, opgenomen, ziekenhuis. Vanaf dat moment ben ik verdwenen. En ik ben lang verdwenen geweest. Dat moet ik ook even zeggen. Ik ben niet alleen in klinieken geweest. Ik ben heel lang onder het radar gebleven. Mijn toentertijd geworden ex-vrouw is op dat moment met kinderen ook ondergedoken. Is ook gevlucht. We hebben allemaal een aardige periode ondergedoken gezeten. Allemaal vanuit angst. Allemaal vanuit vrees dat ons alles nog zou overkomen. Want ik had dan op een of andere manier misschien mijn leven vrijgekocht. Maar echt vertrouwen doe je het niet. Dus nadat ik ontslagen was uit de klinieken en zeg maar weer fysiek aardig op orde was, ben ik ook nooit meer in het systeem gekomen. Ik ben dus buiten het systeem gaan leven. Dus ik was ook niet meer in contact met geliefden. Het heeft 11 jaar geduurd, hè. Iedereen denkt dat het maar zo makkelijk allemaal is wat ik zeg. Ik heb 11 jaar. En dan zullen ze zeggen, ja, dat verdient die klootzak. Natuurlijk. Ja, ik heb alles teruggekregen wat ik aan negativiteit heb geïnvesteerd. Ik kan je verzekeren dat het erger is om te leven met de wetenschap dat je nog kinderen hebt waar je niet bij kan. Waar je niet van weet of ze nog leven. Hoe het met ze gaat. Als dat je weet dat je kind dood is. Dat is ook heel erg. Maar dit is nog veel erger. Dus alle mensen die nu een kind vermissen, ik weet waar het over gaat. Dat is het ergste wat je kan overkomen. Ik heb dus op die manier, zonder bankrekeningen of zonder eigenlijk iets legaals, verder geleefd, een lange tijd. Toen ben ik ook naar het buitenland gegaan. Het is pas vele jaren later, dat is dus geweest in de periode 2002-2003, dat ik en familieleden, iedereen zoiets had van, iedereen houdt zich inderdaad aan de afspraken. Het is over. En toen ben ik langzaamaan ook weer meer in beeld gekomen. Dus ja, aan de ene kant, ik heb geluk gehad. Aan de andere kant, ik ging dood. Maar dat heb ik weer overleefd. Ik kan er ook niet een volledig antwoord op geven. Het is de voorziening geweest. Ik hoorde ook iets over hogere machten. Of ik, wat was ik misschien? Abduction, vroeg ik. Of nee, iets. Oh ja, controlled opposition. Okay. Nou, wat ik kan verklaren aan iedereen hier op aarde, dat is dat ik een vrij mens ben. Ik ben natuurlijk al mijn hele leven zelfstandig ondernemer. Dat gevoel zit altijd al in me. Maar ik kan dit werkelijk claimen. Ik heb ook verteld dat ik ben gaan geloven. Daarin wil ik zeggen, ik ben niet lid van welke religieuze stroming ook. Ik behoor tot geen enkele organisatie buitenom een organisatie waar ik nu deel van uitmaak. Ik mag geen reclame maken, maar ik maak deel uit van United People Foundation. Dat is het enige waar ik me aan gelieerd heb, verbonden heb. Dat heeft te maken met die manifestatie waar ik het eerder over had. Maar voor de rest ben ik volledig autonoom, vrij. Ja? En daarin, dat gaat namelijk verder als het aardse, beroep ik me op het eeuwige. Mm-hmm. Ik ben eeuwig vrij. En voor mensen die de moslimwereld respecteert of erkent namelijk het heilige boek, niet alleen de Koran, maar ook het Oude Testament, de Torah, en het Nieuwe Testament. Dat wordt door de moslimwereld volledig erkend. En ik beroep me op Johannes 3,16. Johannes 3,16, dat is voor mij heilig en daar geloof ik in. Dus ik ben vrijgekocht. Dat houdt in? Dat is een artikel wat gaat over de schepper van hemel en aarde. Die zegt dat hij zijn eerstgeboren zoon, in de vertalingen staat enige, maar dat is onzin, het is de eerste geboren zoon, heeft gegeven voor de gehele mensheid, opdat ze alle vrij zijn. Dat is een vrije vertaling van waar letterknechten natuurlijk weer gehakt van gaan maken, maar dat is wat het voor mij betekent. Alles is doorbroken,
Alles is vrijgekocht. Alles wat negatief is, is weg. Waarom? Omdat het doorbroken is. En dat is waar ik het in deel 1 al over had. Op het moment dat wij mensen als lichtmanifestatie gaan staan, verdwijnt alles. Want alles wat nu nog aan negativiteit op aarde er is, is door ons heen. Wij zijn het kanaal. Dus mensen die het toelaten dat de negativiteit door hun heen werkt, want ze hebben geen macht meer, het is doorbroken, dan krijgen hun, zeg maar, hun status, hun ambities, hun geld, hun carrière, whatever. Ze worden gekocht. De ziel wordt overgenomen. Op het moment dat iemand besluit, dit wil ik niet meer, is het weg. Dat is wat ik bedoelde van als wij opstaan als massa, wij zijn de lichtmanifestatie, verdwijnt alle shit hier op aarde. Want die shit is er al lang niet meer. Wij houden het in stand. En dan bestaat ook controlled opposition niet meer. Nee. Nee. Niks bestaat meer. Nee. Maar ik ben dus volledig vrij. Vrij gekocht. Ik blijf daarin staan. En niemand kan mij claimen. In die zin. Hier op aarde kan niemand me claimen. Ik kan wel met iedereen omgaan. Want ik leef vanuit inclusiviteit. Want wie ben ik om te oordelen over die ander? Het klinkt bijna bijbels. Oei, oei, oei. Maar er zijn gewoon bepaalde waarheden. Want dan kom je op dat verhaal van die hoer. Er was in de Bijbel een hoer. Die werd voor de voeten gegooid van Yeshua. De meeste mensen kennen het als Jezus. En die zei toen tegen de mensen, oké, zij was een hoer of ze heeft hoererij gepleegd. Maria Magdalena. En toen ging het over degene die vrij is van zonde, die werpt de eerste steen. Ja. Niemand. Want als wij nou eens allemaal eerlijk zijn, hebben we allemaal wel iets wat niet helemaal klopt. Leugens of whatever. Dus ik werk vanuit inclusiviteit. Ik heb zoiets van, mijn missie is een goed beheer van al het leven. Ik heb het al gezegd. Het gaat me om de kinderen. Iedereen die zich aansluit of kan vinden in een goed beheer van het leven, van al het leven, is welkom. En natuurlijk kom je misschien uit een donker hol. Prima. Misschien heb je net als ik van alles uitgevreten. Prima. Neem je verantwoording. Neem de consequenties. Maar wees niet bang. Want er is een heel netwerk van mensen wat je welkom heet. Want alle talenten die je in het zieke gebruikt, kan je ook in het goede gebruiken. En daar zitten we op te wachten. En ieder die daar blijft, prima. Maar dan gaat het op een bepaald moment toch niet helemaal goed. Want je gaat eraan. Vroeg of laat. Je vreet jezelf op. Dus ik leef. En ja, ik word beschermd, maar niet door aardse dingen. Het gaat over wat ik noem de schepper van hemel en aarde. En nee, ik ben geen godsdienstwaanzinnige of wat dan ook. Ik heb vertrouwen. Ik heb vertrouwen. Als ik dat niet had, had ik hier echt niet gezeten. Want jongen, 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 je zet alles op de lijn. Het dossier werd geactiveerd op het moment dat het hun uitkwam. We weten dat het eigenlijk allemaal al verjaard is, maar volgens de Europese nieuwe wetgeving is niets meer verjaard. Al zou u het in 1920 hebben geflikt, u moet zich gewoon gaan verantwoorden in België. En zo werd ik van het een op het andere moment weer in de boeien geslagen en afgevoerd naar een strafgevangenis in België, op de zwaarste afdeling tussen de grootste psychopaten die je kan verzinnen. Thank you.
afgelopen interviews heb ik je een paar keer gehoord over sociaal-maatschappelijk ondernemen. Daar hield je je mee bezig, wellicht nog. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat sociaal-maatschappelijk ondernemen waar ik het altijd over heb, dat is gegroeid de laatste 22 jaar. Dus het is niet zomaar een paar jaartjes iets doen. En dat was eerst klein. Ik begon ooit met, na mijn herstelperiode, begon ik ooit vanuit de setting waar ik in zat. Met het meehelpen, het opzetten van een kinderboerderijtje. Nou, zo heeft zich dat zeg maar verder ontwikkeld. Ik zal je niet met alle details en alle periodes vervelen. Ik zal daar nog wel eens een keer op een website over schrijven over mijn leven. Omdat daar behoefte aan is, ga ik toch zoveel mogelijk over mezelf delen. En dat is nu de tijd voor. Maar ik wil wel een stukje aanhalen wat ook verifieerbaar is nog, zeg maar. Getuigenissen, allemaal belangrijk. Dat is dat ik in Portugal uiteindelijk, waar ik 6,5 jaar gewoond en gewerkt heb, dat ik daar uiteindelijk in opdracht van iemand die zwaar gehandicapt was, zijn droom ben gaan vervullen. Hij had veel grond, veel bezit. En nou ja, hij kwam mij tegen en hij kende ongeveer mijn verhaal na elkaar te leren kennen. En die vroeg aan mij of ik het niet leuk vond om als zelfstandig ondernemer voor hem een project te realiseren. En dat ging over het ontwikkelen van lokale economie. Dus ik ben daar gaan kijken naar zijn grond, naar wat hij bezat. En ik heb een voorstel gemaakt om een professionele kwekerij op te zetten met duurzame planten. Dus bijvoorbeeld fruitbomen, maar ook perkplanten. Dus niet het snijwerk wat allemaal weer weg wordt gegooid. En dat idee sprak hem aan. Dus toen hebben we op zijn grondgebied hebben we kassen geïnstalleerd. We hebben in de heuvels hebben we dammen gecreëerd om het water op te vangen, eigen bassins. Heel veel zonnepanelen gezet, windenergie. We hebben eigenlijk alles, zeg maar, wat nu dan de duurzaamheidswereld is, hebben wij toen al opgezet. En dat gaf uiteindelijk werk aan 25 lokale gezinnen. En dat werd dus een florerend bedrijf. Dat was dan ook, zeg maar, mijn opdracht om er een succes van te maken. Met levering aan tuincentra's in heel Portugal vanuit de kwekerij. Maar ook uiteindelijk één keer in de twee weken, dan gingen de Deense karren hop, de vrachtwagen in, de koelcellen in, de Hollanders. En dan ging het bijvoorbeeld naar de beurs van Aalsmeer. En dat hele traject is een pittig traject geweest, want ja, je begint eraan en je weet ook nog niet zoveel. Dus heel veel studeren, telefoonboeken vol aan regels en voorwaarden leren, ook van de voorwaarden van Aalsmeer. Maar ik vind dat altijd leuk. Als ik een opdracht krijg of een creatie wil maken, dan ga ik ook veel leren om alles te weten, zodat je een totaalpakket hebt. Nou, dat had ik na 2,5 jaar afgesloten. Dus ik kon toen, zeg maar, de sleuteltjes overgeven en zeggen, nou, hier heb je je droom. En daarmee had je een lokale economie ontwikkeld. Op dat moment dat ik eigenlijk de sleuteltjes overdroeg, kwam er op vakantie vanuit Nederland, vanuit de provincie Utrecht, kwam er een meneer over op vakantie en die ontmoette ik. En die maakte mij eigenlijk mee als een beetje gekke Hollander. En die zag wat ik allemaal aan het flikken was en had gedaan. En die zei echt van, zo'n gek als jou zoeken we eigenlijk. Ja, leuk. Ja, maar hij bedoelde dat positief. Ja. Hij zag dat ik zeer betrokken was met het sociaal-maatschappelijke en lokale economieontwikkeling deed. En hij vertelde over een probleem wat al heel lang speelde in Nederland. En hij vroeg of ik genegen was om terug naar Nederland te komen. Nou, jongen, Nederland. Wow. Dat is nou niet echt het land waar ik op zat te wachten. Hè? Vanuit die hokjescultuur, hè? De poldermentaliteit. Hè? Altijd maar kijken naar het glas is half leeg in plaats van half vol. En altijd maar dat ja maar en dat niks kan en weet je wel. Het was niet het land waar ik de mogelijkheden zag. Maar ik hou wel van onmogelijke uitdagingen. En hij vertelde dat er al tientallen jaren in Nederland in steden een probleem is met huisvesting voor jongeren en studenten. Maar ook voor mensen die net gescheiden zijn, alleenstaande enzovoort. En hij had daar ooit een idee over ontwikkeld en ooit als pilot uitgevoerd, heel kleinschalig. Dus hij legde dat voor en dat ging over leegstaande gebouwen omzetten naar woonbestemming, tijdelijk. Dus ik keek naar dat hele concept en ik raakte steeds meer geïnteresseerd. Want hij zocht gewoon iemand die dat
wat groots neer kon zetten. Nou, uiteindelijk, ik heb akkoord gegeven. Er is toen ook contact al ontstaan met instanties in Nederland van, ja, die daar mogelijk bij betrokken konden gaan raken. Bijvoorbeeld projectontwikkelaars. Ik zag heel goed wat kon. Ook groot. En toen ben ik in 2003 naar Nederland gekomen. Ik vond het eigenlijk erg jammer om naar Nederland te komen, want ik leefde heel erg fijn in Portugal. Maar ik zag die uitdaging. En toen ben ik dus met de man die mij had uitgenodigd, samen zijn we toen een stichting begonnen. En die heette Stichting Tijdelijk Wonen. En toen zijn we gaan kijken van hoe kunnen wij dus al die jongeren, studenten, zeg maar al die mensen die moeite hebben aan een kamer of een kleine studio, hoe kunnen we die gaan helpen? En toen waren we eigenlijk vrij snel op het spoor van een projectontwikkelaar die zeg maar een oud KPN-pand over had gekocht. En dat was een combinatie van Blauwhoed Eurowoningen, weer reclame, en Van de Vorm. Krijg er niet voor betaald. Maar in ieder geval, die zagen dat wel zitten. Om andere redenen als wij. Maar die zagen dat wel zitten. Want die zagen van, hé, als die stichting dus het beheer gaat overnemen van ons kantoor, gaat dat ons enorm veel kosten sparen. Want hun hebben een leegstaand kantoor. Dat moet heel lang, zeg maar, wachten voordat het gesloopt of herontwikkeld kan worden. Dus als hun, zeg maar, onze ellende overnemen, onze kosten, prachtig. Maar ze zagen ook het sociaal-maatschappelijke element. De wijk zou niet verpauperen, er zou iets worden toegevoegd met een goed doel. Het sociaal-maatschappelijke zou werkelijk gaan leven. En hun zagen ook wel van, hey, niet alleen financieel voordeel, ook het imago wat ze ermee krijgen. Ook voor het vergunningtraject van hun richting gemeentes, hè, wat ze er ook mee wilden. Dus hun zagen langzaamaan eigenlijk alle voordelen en ze kregen ook nog geld toe vanuit de huur. Dus wij hadden met hun eigenlijk onverwacht vrij snel een zaak beklonken waarin we eerst in instantie als oppasdienst het pand gingen betreden. Maar ja, dan komt het stuk van de financiën, want ik heb wel eigen kapitaal toen ook ingebracht. Maar er was nog veel meer kapitaal nodig om de hele verbouwing te doen, de aanpassingen te doen. We hebben het nog niet eens over het vergunningtraject. En toen merkten wij dat er op gemeenteniveau ontzettend veel weerstand was. Dus hetgeen wat wij wilden, betaalbare huisvesting voor jongeren en studenten en anderen, liep op weerstand eigenlijk stuk richting de gemeente. Heel bijzonder. Het was onmogelijk. Het was onmogelijk, zeiden ze. En we waren niet professionals. Ik denk, hallo, de architecten en alle mensen die we om ons heen verzamelen zijn professionals. Die weten precies waar het over gaat. Wij waren alle bouwbesluiten al aan het bestuderen. We waren ons in no time aan het professionaliseren in die materie. We wisten veel meer uiteindelijk als de gemeente zelf. Maar nee, het kon niet en het mocht niet en weet ik wat allemaal. Financieringen waren niet mogelijk. Nou, toen hadden wij zoiets van, nou, dat is raar. Een gemeente die al tientallen jaren roept, er moeten oplossingen komen, werkt niet mee. Ja. Het ging nog verder. We werden, toen we, zeg maar, steeds meer beweging kregen, positieve beweging, werden we zelfs opgebeld. Ik vergeet het nooit. Ik kreeg letterlijk te horen dat ik moest oprotten naar Portugal, anders liep het slecht af. Ik denk, wow, zitten we hier in Sicilië? De maffia? Dit had ik nooit verwacht vanuit een overheid, lokale overheid. Toen was er een bepaald moment dat er in de krant stond dat de provincie een aanjaagteam ging formeren met een budget, ik geloof, van 80.000 euro. En die ging onderzoeken hoe ze mogelijkerwijs een oplossing konden gaan bieden aan het probleem wat al tientallen jaren speelde, de woningnood voor jongere studenten enzovoorts in betaalbare huisvesting. We hebben toen de provincie benaderd. We hebben ze een rondleiding gegeven in het pand wat we al hadden. We hebben ze alle bouwtekeningen laten zien. We hebben alles uitgerold voor ze. En we hebben gezegd tegen ze bij de koffie, die 80.000 die jullie nu hebben, hoef je niet uit te geven. Je hoeft het onderzoek niet meer te doen, want de oplossing staat hier al voor je. Als jullie die 80.000 omzetten naar een bankgarantie, kunnen wij daarop geld lenen. Houden jullie het geld, want het komt over een paar jaar vrij.
Toen zeiden ze, oeh, je kan wel toveren met geld. Ik zei, ja, maar dat maakt niet uit. Dit is een oplossing. Ze belden naar een gedeputeerde die op dat moment op vakantie was. Die zei, doen. En zo hadden we de eerste 80.000 binnen. We hadden nog veel meer nodig. Toen gingen we naar de gemeente en zeiden van, nou, de provincie gaat mee. En het enige waar ik me toen zorgen over maakte, dat is dat een gemeente die al tientallen jaren roept voor oplossingen, betaalbare oplossingen voor zijn bevolking, dat die dus eigenlijk niet meewerkt, terwijl nu een provincie wel meewerkt. En hoe ik dat straks aan de media moest uitleggen zonder de gemeente in diskrediet te brengen. Want ik wist geen antwoord. Hoe ga ik dit uitleggen? De provincie werkt mee in een project met oplossingen en de gemeente niet. Toen moesten we even wachten. Een kwartier later werd er een afspraak met ons gemaakt, met het hoofd van de accountancy. En binnen een week hadden we de financiering van de gemeente rond, die nodig was nog om het totaalbedrag te krijgen om de hele verbouwing te kunnen realiseren. Zo. Dus uiteindelijk wel. Er was wat voor nodig, maar uiteindelijk wel. En zo werd, zeg maar, onder de leegstandswet, dat was toen ook nog nooit gedaan, dat zorgde ervoor dat er geen bescherming op de huur was. He, dus dat mensen in Nederland die huren zijn heel beschermd, de eigenaar heeft nakijken. En in die tijd was dat nog een probleem. Die pandeigenaar moet zijn pand houden. En door de leegstandswet onder het stof weg te halen, die te ontwikkelen, konden we dus een totaalpakket aanbieden waarop het verhuren, tijdelijk verhuren, zonder huurbescherming, iedereen het mogelijk maakte om dus kamertjes betaalbaar te huren. Dus het werd uiteindelijk, na veel weerstand, werd het een groot succes. En toen wilde natuurlijk iedereen lintjes knippen, hè, van ook vanuit de gemeente. En dat gunnen we ze ook van harte, want uiteindelijk hebben ze ook ingezien dat het beter was om toch te gaan doen wat ze al 20 jaar riepen. Mm-hmm. Achteraf bleek er dus een monopolie te zitten. Er was een markt, die was gemonopoliseerd en dus daarmee beschermd. Waardoor dus de huren kunstmatig op 400-500 euro zaten, terwijl wij op 100-200 euro zaten. Ja. En ik moet zeggen, dit is toch wel een mechanisme wat je overal ook in Nederland ziet. Hè? Beschermde kringen. Nou, tot daar en toe ging het allemaal goed. Dat is dus het project waarin je dus zag, want wij werkten met zelfwerkzaamheid, dat dus de jongeren en studenten kregen een extra huurkorting als ze 64 uur van hun leven beschikbaar stelden voor eenvoudige klussen. En daarmee bespaarden wij in Nederland heel veel kosten op de arbeid. En hun kregen een huurkorting. Maar wat deden die jongeren en die studenten? Die huurden op hun beurt, of vroegen op hun beurt, ooms, tantes, vaders, moeders, vriendjes. Dus die gingen dat niet allemaal zelf doen. Die haalden dus hele legers van vrijwilligers erbij, waardoor we uiteindelijk een groep waren van 1000 man. En op die manier transformeerden we die kantoren naar woonbestemming. Nou, dat is allemaal succesvol geweest. En ik zag gewoon van verrek. Het tegendeel is dus voor mij ook bewezen, want ik was best wel zurig over mijn ervaringen met Nederland, van niks kan en alles is onmogelijk. En toen zag ik, nou ja, er zit wel veel weerstand op en er zitten wel allemaal belangen in die kringetjes. Maar uiteindelijk lukt het wel. En ik kreeg de smaak zo te pakken dat ik daarop niet meer klein kon denken. Want ik dacht van wat je met 1000 man kan, transformatie van kantoren, kan je ook Nederland transformeren. En toen ben ik de blauwdrukken in die tijd gaan schrijven voor transformatie Nederland. Omdat ik natuurlijk ook gewoon weer zag dat Nederland nog steeds heel ziek was en alleen maar slechter ging. Mm-hmm. En bestuurd werd door groepjes, clubjes. En toen ben ik dus de blauwdrukken gaan schrijven voor de transformatie van Nederland. Ik heb toen, ben toen begonnen met opzetten van schaduwkabinet. Dus minister van Energie, minister van Gezondheid, gewoon zoals we het nu kennen. Maar dan als schaduwkabinet. En deels begon dat al te werken. We waren al begonnen bijvoorbeeld met niet meer rijden op diesel, maar op zonnebloemolie. Ja, het is een klein stapje, maar weet je, we gingen gewoon bij de supermarkt tanken in plaats van bij de pomp. Dus we begonnen en nieuwe vormen van natuurgenezing. We begonnen op alle facetten begonnen we te bewegen. En in mijn enthousiasme begon ik dat te delen met wat meer vooraanstaande, prominente mensen in Nederland. Want op het moment dat je dus
een pilot, hè, dat wat wij deden, ik was de voorzitter van die stichting, een pilot, dan kom je in een keer toch in beeld van allerlei kringen. Niet alleen de huisvesting, je komt in allerlei kringen in beeld. En dan is de weerstand niet meer tegen je, dan is het meer van, ja, je hoort ook een beetje bij de clubjes. Mm-hmm. Dus dan kom je ook overal makkelijker binnen. Dus dat ging heel snel, heel vlot. En toen begon ik dus die blauwdrukken van de transformatie van Nederland, waar ik heel erg enthousiast over was, begon ik te delen met wat hoger geplaatste mensen. En ik vergeet het nooit. Ik zag een van die mannen die documenten doorlopen bij het raam met zijn bril. En op een bepaald moment draait hij zich om en hij kijkt zo over zijn bril heen naar mij toe. Haalbaar. Fantastisch. Zeer realistisch. Chapeau. Nou, ik denk, oké. Die zal wel gaan helpen dan, hè. Doe je ook mee of zo. Maar zover kwam het niet. Nou goed, zo heb ik op een bepaald moment dus het met meerdere mensen gedeeld. En toen, van het een op de andere dag, begonnen dingen tegen mij te werken. Dus het succes wat ik had binnen de huisvesting, hè, we zouden al beginnen richting een tweede project, begon op weerstand te lopen. De aanval werd ingezet, zeg maar. Er kwam weerstand op mij. En dat zat hem erin, dat zeg maar, we hadden het met ons bestuur in het begin zo afgesproken, mondeling. We investeren heel veel tijd, heel veel energie en geld. En we houden onze uurtjes een beetje bij. En op het moment dat het project afgerond wordt en we dus alle schulden, alle leningen hebben afbetaald en we hebben winst, dan is het tijd dat we dus door zelf geld te creëren, zelf winst te creëren, onszelf ook wel kunnen uitbetalen. En dat was, schrik niet, op een tarief van 20 euro bruto per uur. Dan moet je nagaan, een timmerman die kreeg al 40 euro. Ja. Terwijl wij droegen alles op ons nek, de leningen, de verantwoording, de hele initiatie van het onmogelijks. En vroegen daarvoor 20 euro. Het gaf gewoon aan dat we niet graaiers zijn. Want dat moet je ook zo mee uitkijken in Nederland. Ja. Als je een goed doel doet, moet allemaal gratis. Je moet bloeden tot je een ons weegt. Maar oh wee als je er iets aan vangt. Ja. Dus daar was allemaal rekening mee gehouden. En daar kwam een blokkade op. He, dat moest geaccordeerd worden door een raad van toezicht. Daar kwam een blokkade op. Daar begon de wrijving. Van nee, je moet eerst maar een tweede project doen en dan praten we er nog wel over. Goh. Dus daar kwam blokkade. Ja, en ik had ook zoiets van, ja dag, dit is niet normaal. Ik bedoel, we hebben alles laten zien. We hebben winst gemaakt, alle schuldenvrijheid is een succes geworden. Ik hoor gewoon ook uitbetaald te worden. Dat hadden we ook afgesproken. Ja, het stond niet op papier. Het was maar een mondelijke. Weet je, het begon te draaien. Maar ging er niet een lichtje bij op dat je dacht, het begint weer opnieuw. Ik ben weer terug in Nederland. Dat had je niet zo in de gaten? Of waar dit vandaan kwam? Ik legde in eerste instantie nog niet gelijk. Ik maakte nog niet gelijk de koppeling tussen hetgeen wat ik aan het uitdelen was en Transformatie Nederland. Ik zag dat echt lokaal, zo van, wat gebeurt hier nu? Ja. Maar nou komt-ie. In dat weerstandstraject, dat het eigenlijk steeds minder goed ging, er een blokkade, een padstelling ontstond. En niet met het bestuur, hè. Ik bedoel, we hebben het niet over Stichting Tijdelijk Wonen aan zich. Ik heb het over dingen die van buiten komen. Die invloed gaan uitoefenen. En toen kwam het. Van de een op de andere dag werd ik zomaar van de weg geplukt. Ik was onderweg naar een verjaardag. En ik werd zo aangehouden. In de boeien geslagen. En ik zou wel moeten weten waarom. En ik werd afgevoerd. En mijn vrouw, die nog geen eens een rijbewijs had, stond daar. Hè? En ik was weg. Paniek! Dus, zij belt naar een van onze Stichting Tijdelijk Wonen mensen, die ook een behoorlijke invloed heeft, die legt dat uit, die heeft haar toen opgehaald. En we wisten allemaal niet wat er aan de hand was. En ze zeiden mij, jij weet wel waarom. En ik wist van niks. Nou, toen kwam het erop neer dat ik gevraagd werd vanuit het buitenland, dus Telex, of hoe ze dat dan ook werkt, in ieder geval internationaal gezocht werd als topcrimineel
voor fraudeleuze bankdiensten, wissels. Nou ja, ze wisten zelf ook niet precies waar het om gaat. Dus ik roep nu ook maar een beetje zoals hun riepen. Want niemand wist waar het precies over ging, maar het was heel zwaar. Maar ja, met alle mensen om me heen en hetgeen wat ik had opgebouwd, en ik ook niet precies wist waar deze hitte vandaan kwam, was ik in 2 of 3 dagen, was ik weer vrij. Want niemand wist waar het eigenlijk precies over ging. En oké, ik mocht niet naar het buitenland, maar ik kon weer het vrije pad op. Omdat ze ook wel zagen dat ze mogelijkerwijs gewoon de verkeerde te pakken hadden. Dat er iets niet klopte. Nou, dat bleek niet waar te zijn. Ze hadden dus wel de goede. Er was wel degelijk wat aan de hand. En dat hoorde ik pas een half jaar later. Maar in dat proces, ik maak nog een tussenstap. Toen dat dus gebeurde, was dat dus koren op de molen voor de mensen die mij aan het tegenwerken waren. Mm-hmm. En op dat moment verloor ik dus eigenlijk een actieve rol binnen de stichting. Ja? Ik verloor eigenlijk een sociaal-maatschappelijke positie. Want er zat een luchtje aan. Er was een twijfel. Ja. En oei oei oei, onze goede naam. Mm. Wat is er met Ronald? Mm. Dus ik snap het ook wel, vanuit positief gedacht. Voor de veiligheid moest ik een stapje terug doen. En kon ik eigenlijk nergens meer terecht. Maar wist je toen al waar het nou eigenlijk om ging? Nee, maar ik kreeg een advocaat. En de advocaat is gaan kijken van wat is hier aan de hand. Ja, want er komen allemaal stukken uit. Er is ergens een dossier. Er was een tenastelegging. Ja, en toen kwamen we erachter dat er dus vanuit mijn oude werk wissels zijn geweest. Hè, valutawissels. Van tientallen miljoenen, die op mijn naam zijn gepleegd, waarvan ik een groot deel aantoonbaar niet eens had gedaan. Dat kwam uit het dossier. Dus ik moest, conform de processen in Nederland, dat wist ik toen ook niet, moest ik me verantwoorden bij een rechtbank die moest gaan beslissen of ik werd uitgeleverd of niet werd uitgeleverd naar het land wat mij vroeg. Dat was in dit geval België. Dus ik kom bij die rechtbank, de stukken waren bekend. Nou, de periodes worden je voorgelegd. Ik weet niet eens meer of het nou 1994, 95 was of 93, maar in ieder geval 94 zeker en 95 ook. Dus er wordt daar te lasten gelegd van meneer, u hebt zich bezig gehouden met grote illegale wissels via banken in België. Dat wordt je te lasten gelegd. Toen zeg ik, ja maar wacht even, 94 zou nog iets van kunnen kloppen, maar 95 al helemaal niet, want toen lag ik volledig in duigen in de ziekenhuizen, in de klinieken. Dus wat hier aan de hand is, weet ik niet, maar dit klopt niet. Nee. Nou, dankzij mijn moeder, die had nog allerlei medische stukken vanuit die kliniek toen, konden we eigenlijk al vrij snel richting de Nederlandse rechtbank, de officier van justitie en de drie rechters konden we aantonen van hier klopt iets niet. Er kan een erfenis zijn, er kan een koekje van eigen deeg zijn, maar kloppen doet het niet. Waarop de officier van justitie, dat is dan zeg maar de eisende partij, die moet het opnemen voor de beschuldigende, hè, de man of de vrouw of het land van die jongen moeten we hebben. Waarop die mevrouw zei van nou, gezien de stukken eis ik eigenlijk dat dit verder schriftelijk wordt afgehandeld. En dat meneer Bernhard gewoon vanuit Nederland met een advocaat dit met de Belgische overheid in de minne schikt. Schriftelijk. Waarop de rechtbank zegt nou, oké, we doen over 2 weken uitspraak. Dus dan komt u over 2 weken terug. Oké. Dus ja, iedereen had zoiets van nou, gelukkig, de gerechtigheid bestaat dus wel. Ja. He, omdat we nog delen konden aantonen. 2 weken later kom ik terug. Iedereen die er de vorige keer zat, was weg. De officier van justitie was een ander. De rechters waren een ander. Het hele decor was anders. En de officier, daar was niet zoveel mis mee. Die herhaalde eigenlijk gewoon wat de collega ook had gedaan. Mm-hmm. Maar ik vergeet het nooit. De mevrouw in het midden van de rechtbank. Die zei, meneer Bernhard, en dat zei ze met enig sarcasme, u heeft vandaag weer een primeur. Een pilot. Ze zegt, wij gaan hetgeen wat de officier van justitie zegt naast ons neerleggen.
u mag het in België zelf gaan uitzoeken. U mag zich in België gaan verantwoorden. We beroepen ons op de nieuwe Europese wetgeving. We weten dat het eigenlijk allemaal al verjaard is. Maar volgens de Europese nieuwe wetgeving is niets meer verjaard. Al zou u het in 1920 hebben geflikt. U moet zich gewoon gaan verantwoorden in België. Dat was die nieuwe rechtbank. En zo werd ik van het een op het andere moment weer in de boeien geslagen en afgevoerd naar een strafgevangenis in België. Op de zwaarste afdeling, tussen de grootste psychopaten die je kan verzinnen. En werd ik volledig afgebroken. En ik mocht het uitzoeken. En ik kreeg te horen dat ik al veroordeeld was en eigenlijk geen recht van verdediging meer had. En beschuldigd werd van allemaal transacties die op mijn naam werden gezet, ooit door andere bankiers. En nou komt het, dit is dus een van de cadeautjes die ik dus nog heb opgelopen uit mijn afwikkeltijd van vroeger, hè, van 1994. Dat ze dus voor mij nog een koekje van eigen deven hebben opgezet. Van mocht ik ooit nog in een veld komen wat hun niet zinde, dan heb ik het over de werkelijke machten, dan zou dit koekje voor mij geactiveerd worden. Want uit de dossiers, want ik heb in Brussel het hele dossier zitten doorspitten van waar komt dit allemaal vandaan, want ik snapte er nog steeds niks van. Toen bleek dat ze in de hele opsporing van zo'n grote topcrimineel met zulke zware wissels, internationaal, 25 euro aan kosten hadden besteed al die jaren om mij op te sporen. 25 euro. Er is helemaal nooit naar me gezocht. Nee, het dossier werd geactiveerd op het moment dat het hun uitkwam. Ik had nog steeds niet alle punten bij elkaar. Ik zat daar in een cel. Op een bepaald moment wordt er op de deur geramd. Ging een luikje open. Een mevrouw, die staat voor me, een cipier, die heeft dit boek onder haar kleding. Die pakt het eruit, schuift het door het luik. Ze zegt, Ronald, ik vertegenwoordig de Rozenkruisers. Ga dit boek maar lezen. Het wordt tijd dat je wakker wordt en gaat begrijpen waar je in zit. Het boek, De Ridders van Nu, is bijna niet te krijgen. Natuurlijk heb ik het gelezen. Maar daaruit begreep ik op een bepaald moment in ene keer wat er gebeurd was. Ik was in het veld gaan zitten in Nederland, waar ik niet in hoorde. Ik wilde een transformatie van Nederland, wat niet getolereerd werd. Ik ging dus in strijd. Ik ging dus zitten in andermans velden. Ik ging in andermans belangen zitten. En dat werd niet geapprecieerd. Dus ik heb toen niet meer zoals vroeger in de toplagen, waar ik opdrachten van kreeg, gewerkt. Nee, ik kreeg nu te maken met lokale machten, hè? Gemeentegemachten, provinciale gemachten, nationale machten. Het Old Boys Network. En door dit boek kreeg het vorm. Want dit boek is geschreven door een meneer, André van Bosbeke, een onderzoeksman, die toegelaten werd tot allerlei orders. Orders van de Rozenkruisers, de Ridders van Lucifer, de Orde van Renouvé de Temple, Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, Ridders van Malta, de Orde van de Tempel, de Ridders van het Gulden Vlies. Ik kreeg een keer nagaan en dan had ik al zoveel in mijn leven ontdekt aan machtsstructuren. En toen kwam ik erachter dat dus vanuit het piramidale systeem, waar we het in deel 2 over hebben gehad, er nog een veel grotere verfijning is van machtsstructuren, van belangen. En ik zeg niet dat al die kringen ziekmakend zijn en vervelend zijn, want het zijn over het algemeen, nu begreep ik ook meer hoe die gemeentes werkten en die provincies werkten, als je in het clubje hoort, help je elkaar. En dat is op zich verder gewoon net als in andere landen gebeurd. Je kan het corruptie noemen, maar het zijn vriendendiensten. Maar het blijft een eliteclub dus. Het zijn allemaal eliteclubben, ja. En door dit boek kwam ik erachter, want dit boek was heel erg geënt op België, kwam ik erachter hoe de hele Belgische samenleving in elkaar zit. Dus ook die van Nederland en ook die van Frankrijk. Mm-hmm. Eigenlijk van alle landen in de wereld. Mm-hmm. Dus dit is niet een aanval op alle orders die het goed voor hebben met de mensheid en met het leven. Dit is
niet, op die manier is het niet bedoeld. Ik leg hier iets mee bloot. Ik leg hier iets mee bloot wat mijzelf is overkomen. Waarin ik uiteindelijk begon te snappen hoe eigenlijk de hele... Ik, zeg maar, het was het laatste stukje van de puzzel wat ik niet snapte en wat ik meekreeg. Dus, ik mocht me nog verantwoorden in België. Ik mocht één keer gehoord worden op hetgeen wat zich allemaal had voorgedaan. Het lesje wat ik nu moest leren. De erfenissen van vroeger. Het stappen in de velden waar je niet in hoort. Ik kreeg een geldboete. Ik meen 9 miljoen. 9 miljoen? Ja, dus ze hebben mij maand of acht hebben ze mij op een van de zwaarste afdelingen in België in een gevangenis gezet. Zeer zwaar. Want dat had je niet op je rekening staan, neem ik aan. Nee. Nee. Maar nou komt het. Er werd een deal gesloten. Ik mocht na 8 maanden vrij. Dat hele proces van ze hielden me gewoon heel lang vast. En ik mocht me ooit een keer verantwoorden. Maar dat duurde lang voordat ik me een keer mocht verantwoorden. En toen met een advocaat kon ik dus net als in Nederland zeg maar al die stukken aantonen. Mm-hmm. En toen het enige wat ze hebben gedaan. En ik weet niet meer of het nou 18 miljoen boete was of zo. Maar het enige wat ze hebben gedaan, dat is u toont aan dat meer dan de helft niet klopt. Want dat kon u niet gedaan hebben. Maar dan doen we het andere helftje nog wel. Nou, dat kan niet. Nee. Maar het gebeurde wel. Want er was geen rechtszaak meer. Ik was al veroordeeld. Maar ik kreeg korting. En ik geloof dat het uiteindelijk neerkwam op 9 miljoen boete die ik moest betalen. En dan was ik weer vrij. Daar was de korting af. Ja, ik kreeg korting. Omdat de helft niet klopte. De helft van het dossier van de veroordeling klopte niet omdat ik daar de stukken van had overlegd. Een onmogelijke zaak, maar het gebeurt wel. Hoe moet ik denk zoiets? Als ik flink ga graven dat ik het je hele dossier aan je nog kan geven. Wauw, maar hoe moet zoiets? Hoe betaal je dit? Nou komt het. Ja, ik wil niet België belachelijk gaan maken, maar het blijft een leuk land. Weet je wat ze zeiden? Als u niets heeft om te betalen, moet u maar naar vermogen betalen en gaan aflossen. En dus 9 miljoen. Had 4% rente per jaar, dat is zeg maar 360.000 euro per jaar, kwam er bovenop aan rente. Ja. En ik kwam vrij op een regeling van 25 euro per maand. Huh? Ja, ik moest tekenen dat ik nooit meer in het land zou komen. Hoeveel jaar moet je betalen? 10.000 jaar? Voor het leven. Ja. Voor het leven en dan ging het per erfenis over naar nazaten, naar de andere naar de kinderen. Ja. Dus... Bang, 9 miljoen, afbetalen op 25 euro per maand. Dus dan kwam ik op, hoeveel kwam ik dan? Op 300 euro per jaar. Tegenover een rente van 360.000 euro. Nou, volgens mij krijg je dit nooit meer voor elkaar. Toch? Dan ben je toch aardig afgebrand? Ja. Dan heb je mij toch aardig bij mijn ballen gehad? Ja. Ja. Dus ik kon afscheid nemen van België met mijn betaalregeling. En toen werd ik uitgenodigd door een dierbare vriend, samen met mijn vrouw. En die wilde eens met ons praten. En ik kende hem vanuit allerlei bijeenkomsten die gingen over vernieuwing. Een groep van innovatieve mensen. En die nam ons aan een tafel. En die zei, Ronald, het wordt tijd dat je het spel leert spelen hoe het gespeeld moet worden. Want hij zei, je hebt dat boek ontvangen in België van die vrouw, de Ridders van Nu. Dat wist hij. Ik zei, we keken elkaar aan, wat? Wat zeg je nu? Hij vertelde het hele verhaal. Hij zegt, je moet even weten hoe de wereld werkelijk in elkaar zit en dat weet je nu, Ronald. Let nu goed op. Creëer vanaf nu alleen nog maar je eigen ruimte. Welke projectrealisatie je doet... Blijf in je eigen veld. Raak geen andere velden aan. Blijf in je eigen veld. Ja. Hij zegt, de wereld is nu eenmaal opgedeeld vanuit allerlei machtsstructuren. De meesten zijn zeer goed gezind. Maar er zitten altijd elementen tussen die belust zijn op macht, op geld, op status enzovoorts. En die verzieken het vaak voor de rest van de groep, hè, de ridderorders. En je hebt daarmee te maken gehad. Dat staat namelijk allemaal in het boek. Als je het boek te pakken krijgt, nou je mag het een keer van me lezen. Het is bijna niet meer te krijgen. Hè? Ik weet ook niet eens of die man nog leeft. Want in het boek staat het ook beschreven. Hè? Ga niet te ver met je onderzoeken, want anders krijg je een ongeluk. Is het over. Ik weet niet. Het staat er gewoon in het boek.
En die legt alles bloot, voldoende bloot, om te beseffen hoe de wereld in elkaar zit op nationaal en lokaal niveau. Het boek is ooit verschenen, eenmalig, en daarna vrij snel uit de handel gehaald. Het is dus niet meer te krijgen. We hebben het uiteindelijk via een anticare, hebben we het weer op de... Ik had hem sowieso gekregen, dus dat exemplaar heb ik. Maar we hebben ook nog via een anticare, want ik denk voor hetzelfde geld verdwijnt het boek weer. Dus ik heb toen via een gesmokkelde brief een signaal gegeven, zoek dit boek. En via een anticare hebben we hem ook te pakken kunnen krijgen. Betaalden we toen al €65 voor. Laatst googelde ik, denk ik zou er graag nog een willen om in het bewustzijn van andere mensen te delen. De laatste keer dat ik zocht, moest je al €600 betalen voor dat boek. Het is een zeldzaam boek aan het worden. Het is blijkbaar een boek wat we niet zouden moeten lezen. Nee, het behoort niet de libelle te worden. Nee. Nee. Maar die man, die vriend van ons, die heeft ons toen bewust gemaakt. Van Ronald, het is leuk hoor dat je sociaal-maatschappelijk ondernemer bent. Het is prachtig wat je allemaal doet. Maar dat met die schaduwkabinetten, nee, niet meer doen. Alles werd me verteld. En er werd me ook nog iets verteld van... Van vroeger uit tot aan nu. Hij zegt, je bent gespaard gebleven. Maar de volgende ronde is, er zijn er namelijk nog maar twee. Dat is de kist, de dood of het gekkenhuis. Dat zijn nog de twee opties die jij nu nog hebt. Dus kies maar. Of het leven. Maar hij zei, de tijd die nu is aangebroken, en daar praten we dus over nu ook. Dat is de tijd, een transitietijd. Een tijd naar een nieuwe tijd gaan. Waarin de vrije wil van de mens... weer geheiligd is, gerespecteerd wordt. Dus iedereen op aarde mag anders kiezen. Dus ik mag een nieuwe manifestatie maken, jij mag een nieuwe manifestatie maken, maar je mag er niet mee in strijd gaan en je mag er ook niet mee in een ander veld gaan. Het zijn de mensen mondiaal die zelf moeten kiezen waar ze voor kiezen, op basis van hun vrije wil. En er wordt ook niks meer aan gedaan, dat wordt gerespecteerd. Dat is mij toen allemaal uitgelegd. Dus je kan je wel voorstellen, toen ik dat allemaal vanuit dierbaarheid, vanuit voorkomendheid, van jongen, ik wil zeker weten dat jij je lessen nu voor je verdere leven hebt geleerd. Ik weet waar je allemaal vandaan komt. Nu kom je als sociaal-maatschappelijk werker, hè, projectontwikkelaar, je komt als van alles binnen en dan knal je weer tegen die boom aan. Leer het nou een keer, want het houdt een keer op, ook voor mij. Hij wilde dat ik bleef leven. Dus hij heeft alles uit de doeken gedaan. En ik zou nu willen zeggen, als er nu een veld gecreëerd wordt of een mogelijkheid waarin we onze vrije wil weer kunnen laten gelden, hè, dus we komen op die keuze aan. Zonder strijd. Ja. En vanuit inclusiviteit. Ik heb het al verteld net. Op het moment dat wij iedereen als boeman zien, hè, want ergens vroeg je dat ook met achterban en enge dingen. Wie zijn wij om die steen te gooien? Wie zijn wij om te oordelen over die ander? Ja. Als wij het durven aan te gaan, ondanks ons verdriet, ondanks onze pijn, om vanuit inclusiviteit te werken, iedereen te vergeven, dat betekent ook onszelf. Want haat en kwaadheid vergiftigt onszelf, dus je doet jezelf een plezier. Natuurlijk iedereen zijn verantwoording te laten dragen. Maar werken vanuit inclusiviteit. Wij spreken je, de duivel is welkom om te transformeren. Hè? Om het maar even een beetje in metaforen te zeggen. Mm-hmm. Want zolang wij maar iedereen tot duivel bestempelen en slecht bestempelen, druk je de mensen die nu op punt staan om over te stappen, nog verder de duisternis in. Ja. En ik heb er dagelijks mee te maken, want ik kan me gelukkig nu, omdat ik in mijn eigen ruimte blijf, manifesteren. Onafhankelijk, want mij krijg je niet meer in welke club dan ook, want dan heb ik een baas. Maar doordat ik zo vrij ben, en dat kan iedereen, kan ik nu ook me overal bewegen en met iedereen omgaan. Oeh, dat moet weer voer zijn voor conspiracy. Doe maar, het is anders. Wat ik zeg is anders. Ik oordeel gewoon niet meer. Ik wil die cursus onvoorwaardelijke liefde die ik ooit met mijn vrouw begonnen ben, voortzetten.